Welkom bij Gamecast, de beste gaming podcast. Kom, het is zo. Kom, hop, ik ben Jere. Ik ben Asper, En ik ben Jay Prove uh, us wrong, kom aan. <laughs> het is uh, zo. Zijn er eigenlijk ja. andere? Dit gaat de, de aflevering zijn dan er honderden comments gaan zijn van andere podcasts. <laughs> ja, maar zijn er eigenlijk andere? Uh, we, we hebben een Vader-podcast. Podcast? Ja, ja, buiten een ja. Vader dan? Ehm... <laughs> Um. <laughs> uh, oh shit. <laughs> okay, kijken, we, kijken we in België of internationaal? <laughs> ja, nee. Ik internationaal zijn er superveel. Dus. Ja, ja, het is zo. Ik ken er zelfs geen ah, ja. internationaal mee te zijn. Goed, niet zo. Wow, iedereen heeft er een tegenwoordig. Ja, is dus iedereen we millennials. Iedereen in Middellandse Alright. Zo, gewoon direct met uh, dingen in huis vallen met uh, nieuws. Ja. Of ja. Nee. Het is goed. Uh, ja, het is het mag, Borat gaat streamen op Twitch. Is het? Ja. Dat is bijzonder pijnlijk. Zo in een samenwerking met uh, de andere streamer Dr. Lupo gaan ah, ja. ze cool. samen iets uh, doen. Een uh, populaire stream op wiens kanaal, de twee het tegen elkaar zullen opnemen. Dus ja, puur in, in, in een promo van zijn nieuwe film zeker die uitkomt. Ja ja, 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 ja. Dr. Lupo is trouwens echt een leuk streamer. jammer dat hij nu zo wat dingen speelt dat mij niet echt interesseert. Maar ik vond dat echt een, een heel aangename mens. Ik heb er nog naar gekeken. Nog nooit van gehoord zelfs. Dat is eigenlijk een Destiny-streamer destijds. En toen met de Fortnite-hype is hij overgestapt en die is keihard geboomd, zo'n 20k kijkers of zo. Samen Ninja altijd. Die die alles samen Ninja, die heeft ook zo de World Championships van Fortnite gecomment en wat is dat allemaal. Dus die is pretty big. Maar dan is hij zo wat overgestapt naar Escape from Tarkov. en Danny Lost Me, dat is echt hoe zijn om naar Ja, dat is wel iets speciaals. Al, al die streamers dat door fuck Fortnite is aan het slakken. We moeten iets nieuws vinden. En de meesten zijn zo Warzone aan. Which worked. En hij was zo de enige die Escape from Tarkov Day. Dus die is zo wat off the scene verdwenen. Maar ja, super aangename mensen. Wel een heel coole gaming room. Die heeft zo twee of drie PC's achter hem staan. Dat ziet er kwiet niet cool uit. Oké, okay, dat hij, ja. Uh, en naast Borat gaat ook Alexander Ocasio Cortez gaan streamen op Twitch. Dat is die. Democraten in Amerika, eh? uh, toch? Ja. Ja, ja, ja. Dus die gaat de uh, kiezers aanspreken op Twitch. Dat vind ik ook wel een leuk extraatje. De <laughs> Gen Z's. Uh, ja. We moeten het maar doen. He? Dat oh, is like die Die. die dat was al een tijdje, een paar maanden geleden ondertussen, of nog niet zelfs, die van Nieuw-Zeeland, die bij die Woodworker-streamer. Ja, just, oh, dat vond ik heel cool. Dat was die zo wholesome. Cool. Die, die ook zo van: oh yeah, can, can you show me the hair? En dat is zo it's it's dat good, daar, yeah. dat ze super lang is, zonder zijn en klak ze: what the fuck. <laughs> die is ook kei de... verkozen omdat daar een tegenstander het gewoon heeft gezegd: ja, okay, ik geef het op. Dat is het echt. Oh, nice. Dat ja. ja, is ook te fucking populair. Die stream is, dat vind ik ook wel een heel cool verhaal. De, de, Red Bull heeft er zo'n mini documentaire over gemaakt. Ah, Op hun Twitter stond dat ergens, ja, dat is heel cute, omdat Ze hebben die beginnen sponsoren. Dus, eh. Uh... Nee, dus die hadden zo'n film kunnen gemaakt. Die doet het gewoon echt. Ja, dat is zijn naam, want ik heel ben hem schattig. vergeten. Nee, absoluut niet. Kijk ook nooit naar, ik kijk gewoon als ik zo clips zie, passeer denk ik, ah, oh, schattig, kan ik gekeken kijken? dan zo, Haha. maar dat is niets waar ik denk, ik ga echt naar Twitch gaan kijken om naar Woodwork te kijken. Snap je? Ja. I'm still here for the games. Uh... Dus ja. Um, Brox, Brox's Twitch stream. B-R-O-X-H. Voilà, dat was Fantastisch uitspreekbare um, naam. Ik heb van, er straks nog gedeeld. Er komt misschien een uitbreiding van The Last of Us 2. Mm. Een DLC. The Last of Us 2 actors return to work sparks rumors of Abby DLC. Alles wat dan niemand wil, gaan ze maken. <laughs> Ik bedoel, het het was, de Abby part was niet het sucky part. Het was gewoon het gedeelte dat je had van I'm done with this game. Give me the ending already. Mm. Is wat de meeste yeah. mensen hadden bij de Abby part. Waardoor dat de Abbey part de sucky part gedoopt is geweest. Maar ik vind mm. allee, dat speelt me altijd zelfs een toch? Nee, nee, correct. Het correct. enige wat, wat ik denk, is van oké, okay, iedereen zit de bashen op de Abby stuk. Why the fuck? Allee, dus daarom vind ik dat heel raar dat er staat Abby DLC. Waarom maakte niet zo nog een. Wat is er de laatste vijf jaar gebeurd met Joel en Ellie? Stuk, ja. zo daar een DLC van. Dan kopen ook enkel de fans die dat echt willen. Dus ja, misschien, heel een de keuze. Uh, misschien is het een, uh, een poging om Abby likeable te maken. Hem. Dus al die stukken waar dan ze dus commentaar op hadden dat jij invulde wegens jij volgde de developers uh, mm, sterk. Mm, mm. Maar dus als wij zeiden dat mensen zijn van ja zo gespierd kan een vrouw niet zijn of whatever. Is bullshit hmm. gelijk daar? Dan kan de dat counteren van, ah ja, maar die heeft ze niet gestopt met, alleen voor onze developers, ja. die heeft niet gestopt met trainen, uh, maar ze hebben dat gekut, wegens het was al te lang. Dus misschien nee, is dat correct. al dat. Probably, maar like, meer likable te maken. Ben benieuwd. Alright, uh, what's next? Uh, nog iets? Ik um, had er straks nog iets gepost. Ah. Ja, de PlayStation heeft een Black Lives Matter achtergrond gereleased voor PlayStation 4. Yep. waardoor daar heel veel, um, ja, we gewoon zeggen, racisten, yeah. uh, dat niet tof vinden en die hebben nu uh, heel veel daarvan hebben nu een PlayStation 5-orders uh, afgezegd. Dus okay. hey, minder toxische community <laughs> ja. op PlayStation 5. Dat vond ik zo'n kei hoe in dat jij nee. dat zo post. Zo letterlijk woord voor woord van uh, Sony kon het dat aan. Uh, racisten cancelen. PlayStation 5 order en dan in all capitals Everybody wins! <laughs> hey. Kijk eens naartoe oh. toegekomen. Kijk eens aan. Mario Kart Live Circuit Bitch! Dus, uh, oh. Het is wel de Luigi Pack. Oei. Omdat blijkbaar de Mario Pack al zeldzaam dus, uh, dat de Luigi Pack zelfs zeldzamer is. Want in Amerika kun je die enkel online bestellen. En de Mario Pack kun je in de winkel kopen. Ah, bij ons is het omgekeerd. Dus die Mario oh. vinden nergens en de Luigi vinden overal. Dus uh, <laughs> waarschijnlijk al die stokkie. Ik ben wel legit benieuwd. Het is uh, veel te duur voor wat het is. Maar uh, ik lees wel vrij goede dingen. Dus uh, ik ben wel benieuwd hoe ik het speel. Ik had beloofd dat ik het ging komen, dat we het een keer konden testen. Hè. Ja. Dus ik uh, ben benieuwd. Cool. shit, Cool shit. Um, ja. Verder nog... Ander nieuws. Ah ja, vorige week hebben we de trailer gehad van de Monster Hunter film. Ja. Uh, dat heb je verteld, toch? Ik weet niet of ik Had ik dat verteld? Ja, ja volgens het. mij wel. Ja, ik heb het even over Monster Hunter gehad. Er is al of sinds een tweede trailer, die een Europese trailer is, en die was anders. Ik heb maar één gezien, eigenlijk. Volgende nieuwspunt. Oei. Oké. Okay. Wat? Is dat... Is <laughs> ik dat, is <laughs> ik dat, is weet een, het niet. Is dat één dat zo start, gelijk een army uh, film? Ze door? starten allebei met een army, maar het Amerikaanse gaat zo keihard voort op destruction en monsters en army men. En de internationale gaat harder in op training-sequence. Dus... Mm. Mm, ja, het gaat er allemaal in zijn. Ja... Het ja, valt moeilijk te zeggen. Hè. Die film gaat sowieso sukken, zoveel ja. zeker. Wanneer hebben we ooit een goede film gehad van een game? Ja, Sonic was arguably oké. Okay. Ja, Pokémon um, ook was ook... Uh... Pokémon Detective Pikachu was ook oké. Okay. Uh, ik heb twee Ten, weken tenzij terug. dat het zo'n huge ass franchise is worldwide, want Monster Hunter is huge, maar niet ja. wereldwijd. Maar het, het is bitter. Je, je, je kunt nog altijd iets goed maken van iets dat niet bekend is, ook hè? Um, dat geeft je soms hm. meer vrijheid. Kijk naar Castlevania. Uiteindelijk... Oeh, nou. Een heel goede reeks, een heel goede adaptatie. Misschien omdat het net minder gekend was, omdat er mensen minder vooroordelen en verwachtingen van hadden. Ja, ik denk dat er inderdaad misschien genoeg voorbeelden zijn van: deze is goed gedaan, maar ja. dat gewoon al zo vaak is slecht gedaan. En dan er zijn gemakkelijke valkuilen om in te trappen uh, als filmmaker, I suppose. Waar, waar, dat, oh, ja. waar dat nu obviously, ja. Het, het ziet er naar uit dat de fouten gemaakt geweest zijn de ja, het is, het is zo, het proberen te herleiden van wat is hier cool aan en het coolste is niet Mila Jovovich met een zwaard tegen een monster te zien slaan. Dat, dat, is, dat is het niet. Je kunt ook niet vertalen wat een monsterhunter zo goed maakt, want mensen met een gigantische zwaard op een monster zien bashen is niet interessant. Punt. Dus omdat je dat zelf speelt dat dat leuk is, maar als je dat ziet, ga je er zoiets van. Ziet er eigenlijk wel It is. Dat is zo so letterlijk. Dat is so hetzelfde als als ze zo Pokémon fights zouden doen in die film. En dat dat letterlijk is zo. He used scratch. He used confused. It's missed. He used scratch. He used missed. Zo dat dat fucking repetitief is. Fucking boring hè. Eh? He Come, used eh? rock throw. En dan is zo'n unboxing. ja. Ja. Ja, inderdaad. En dan missen. Eh, <laughs> uh, ja. Dus, verder nieuws. <laughs> Hyperscape uh, ja, dus... doet een Halloween-event. Um, mm. ja. Dus heel oktoberlang is het, uh, heel de map duisterder. Covered in mist en dergelijke. En er zijn, ja, sikke skins. Maar voor de rest, uh... Ja, Warzone heeft er nu ook een, hè? Ja. Een uh, Halloween-event met. Leatherface van. Uh, Texas Chainsaw Massacre en ah, ja. Saw ventje, Jigsaw zit er ook in en zo. En geen uh, Gulag meer, rechtstreeks hoort een zombie en dan kunnen je zonder guns rondlopen terug. Ja. En dan moeten mensen neerslaan of zo. Ja, dus hyperscape versie is... eigenlijk zo bijna. Ja mm, en ook... yeah, de map is ook dark, uh, dus uh, het is helemaal anders. Alright, Nou, Speciaal? Um... Zijn er nog niet Naast ja, wederom, ze hadden nog een filmpje gedeeld van Spider-Man en Miles Morales. Met het nieuwe gezicht van Peter Parker, wat echt nog altijd niet goed is als je het aan mij vraagt. Hij mm. ziet er veel te jong uit. En er ziet iets speciaals uit, hè? No. Ja. No. Ja. Nou ja. Dat is nog altijd een rare keuze. True, true, true. Uh, mm. Ja, best. Wat nieuws dat we erdoor zijn. Er is niet zoveel gebeurd, heb ik gevoel. Ja, nee. Iedereen is aan het wachten op de nieuwe lounge, ja. Is dat hè. Alles uh, komt ja. pas aan. We hadden daar nog wel zo die... De eerste foto's van de zwarte PlayStation 5 controller. Oh, ja. waren. Ja. Die blijft nu zo wat overal opduiken, zie ik. Is dat, is dat, is dat real uh... of is dat fake? Want er zijn veel fakes geweest, hè. Nee, wat? er zijn een bepaalde dingen... Het is eerder een aanvraag of zoiets. Ja. Het is, het is niet echt iets echt. Hoe de ja. fuck is er nu pas een patent aanvraag op een zwarte versie van hun eigen controller? Ja, een patent gaat nooit op kleuren zijn of zo. Maar misschien dat er wel een, een trademark uh, registration is van hmm. ja, je zo een listing doe op je website of zo. Ja. Dat zal er nu eindelijk wel zijn. Op die manier. Ja, Het is, het is, het is weer het orden. Ja, ja gelijk dat. hebben we dat eigenlijk ooit verteld met de problemen van PlayStation in India? Ja, just, ah, dat is ook nog ja. zoiets. Nee, we hebben dat niet verteld. De PS5 was het zeker? Gewoon het, het PS5-afkorting daar al bestond voor iets anders. En dat ze dus eigenlijk uh, copyright-issues hadden om dat daaruit te brengen als de PlayStation 5 <laughs> Dat is echt hoe, hoe zot kunnen ja, het, ja Ah ja, is delayed daar nu. Dus Hij uh, ja. gaat nog niet op tijd uitgebracht worden, omdat ze dat gewoon nog niet fixed krijgen. Is dat? Uh, de de interface van de PlayStation 5 was ook getoond. Vorige week. Ah ja, het is ah, juist. Ja. Ja, ja, ja. Hadden we ah. dat dan. dan want we het er niet hey, over hadden we hebben het nog niet besproken. Um, ja, het ziet er super slick uit, hè? Ja, mm -hmm. al, al hebben we daar wel een punt gehad. toen zeiden zei dat die cards heel onoverzichtelijk gaan worden. Als dat er, want het zag er me sowieso al onver, onoverzichtelijk uit van. wat de fuck staat er daar nu allemaal? Ja, um, dat, Dus ze hebben nu zo'n soort van card system, dat ze zeggen. is. een soort van. hoe kunnen dat vergelijken met. ah, een soort van quick. Images. Ja. Ik kan het niet anders uit, uitleggen, zo kleine mm -hmm. plaatjes. En in sommige gevallen is dat van: Ah, je hebt een screenshot gepakt, wilde die een uploaden. Of je hebt vrienden, die zijn een party aan het spelen. Of en in het geval van games, Ah, je dit level, wilde teruggaan naar dat level om daar en dat te halen, omdat je die een achievement moet hebben. Maar het waren zo allemaal heel veel dingen door elkaar. En ik denk dat om een duur, als een game allemaal per level. Elke achievement dat je nog niet had gehaald, dat je kon halen, wel zo eentje heeft, dan gaat dat om een duur gewoon een gigantische lijst zijn, denk ik. Dus ik denk dat ze daar hmm. nog wel wat onderverdelingen qua multiplayer, qua game, qua socials. Ja, zo'n filtersysteem zo. En het was ook even als geld. Ik was constant bezig met de tap of PlayStation ja. de PlayStation button. Het is geen klik, je moet het niet indienen. Het is echt zo'n tap erop. of wat. Like, Ik snapte niet wat hij daarmee bedoelde. Maar ik denk dat ze nu het onderscheid willen maken tussen, uh, gelijk op de gewone PlayStation 4, ja, dat ook tap gaat het direct naar de menu. En als je ingedrukt houdt, gaat het naar die quick menu. Hè. Oh ja, dat is waar. Dus, nu was dat... dus misschien is er nog mm. een quick menu dat we nog niet gezien hebben. Mm. Uh, het coole was wel dat je nu wel veel meer dingen kunt overlayen op je game. Dus mm. je kunt instructions overlayen, je kunt streams van andere mensen overlayen. Ja, het is, het is wel weer een stap dichter bij een computer. <laughs> Snap ik. Maar ja, uh, wat hebben ja. we gespeeld? Zo. Ja. Ja. Ik ja. Um, ja, ik heb dus mijn Beamer zetten binnen. Schuif dan dat ding. Daar heb ik dus mijn zetel. Want het eerste dat ik gedaan heb is Tony skater Eerder de middag zit te spelen. Mijn zus kwam langs. Ik had hem juist geïnstalleerd. Ik zei ja, we kunnen Tony Haukos een keer spelen, maar ze was aan het twijfelen Ja, was dus hoekte heel de middag zitten spelen. Ik heb eindelijk uh, de, de 200% gehaald. Uh, en dan no, dacht wees. ik, ah ik ga ook die challenges ben doen, maar dat kan je hoesten. niet meer. Die challenges zijn <laughs> fucking hard. Er is één ja, een dat ik echt, echt niet kan zelfs, er is zo... Um, er zijn challenges genaamd de get-there's, of got-there, elke keer dat je hem hebt. Uh, en dat is mm. een aan uh, gelijk dat je, vaak challenges had met je moet dingen grind en dag grind en dan dat grind was de get there is echt zo gaps aan elkaar zo van ja van hmm. daar, naar daar 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 en dan de hard get there's die nog langer zijn dat is echt zo een dat zijn echt zo bijna million point combos bijna en er is één bij uh, wat was de laatste level weer van de eerste Roswell weet je een bij, bij die Alien daar Roswell best dat dat is uh, ja je moet daar starten met dus een jump over heel dat middensection. Nu, alles is hmm. maxed-out bij mij qua stats en ik raak daar niet over. Dat is insane, want je moet echt zo'n een, een boneless no comply doen do heen. over... Like, de, like, en dat is al zo tand als je voorover springt over een ramp. en dan is echt, Jesus Christ. Ja, het is echt... Ik snap het. ...pretty impossible. <laughs> Ja, ik, ik moet in één nog uh, verder spelen. Ik, ik, zat, ik zat wel te comfy, ik had, ik had, er, ik had er zin in. Maar ja, ja. met mijn van Fnak heb ik dus altijd met een surround niet. En dan pas kan ik de games wat enjoyen. Want nu was dat zo, juist onder dat speaker kan gaan zitten om zo wat oh, ja. dat geluid mee te krijgen van die beamer. <laughs> Want je hebt, je hebt een surround. Je hebt allez, om, je hebt een game room verder uitgepimpt dan dat er daar een zetel staat en een beamer dan naast je computer en je uh, racing rig ook een staat voor onze er mensen langskom. Ja, dus... Uh, maar het enige dat je nu hebt is geen geluid, zeker? Er is geluid, want dus ik heb een hele setup gemaakt, al mijn consoles dus via ene kabel naar mijn beamer lopen. Maar het probleem is, ja, dat pakt de HDMI, dus dat pakt het geluid. En ja, een tv heeft nog decent speakers, want mij, ik ben geen audiofiel, dus mij moet dat niet het zotste van zijn. Maar... Uh... En één keer hoor ik zo uit die beamer, zo uit dat mini hoor ik zo het geluid van dat spel. Ik no fucking way. <laughs> als je daar zo met drie in die zetel in een partygame ligt te spelen op zo'n groot scherm, en je hoort dan zo. Dan zo ik zeg het als lekker naar de cinema gaan, en dat er drie rijen voor u, zijn dus met zo'n GSM-speaker of zo, een van een Aldi, zo van de Bluetooth, van achter in een bus zit. Dat je zo naar de cinema zit. Ja, dat is niet. Not the <laughs> nee. same experience. Dus uh, Ja, ik had gehoopt dat alles al in orde ging zijn. but it isn't. Dus uh, bij deze ben ik daarop aan het wachten. Ik vind, ja, ik vind het gewoon super comfy. Ik wil er veel meer op spelen. Het gebeurt momenteel ook niet zoveel. Um, <laughs> stel met mijn racing setup, ik vind dat zalig. En dan kruip ik erachter en dan. Ja, ik ga ze beetvijden doen en dan baby. En... Geen tijd meer. Maar, ja, ik heb uh, voor de rest nog uh, Valorant even gegrind, maar ben het wel wat bij ondertussen. Um, dus het... Ik heb mijn doel gehaald. Dat nou, heeft dus... niet dezelfde wat was uw doel? Waar ja, ik qua hoogkomende rankings, dat ik mij goed genoeg voelde van: oké, okay, I, I still got it, boomer still got it. Uh, dat heb ik nu dus. Ik kan nog verder pushen, maar uh, I, het wordt een beetje stil voor mij. Het is niet als CSGO waar je nog altijd in kunt amuseren. Ik heb me al lang niet meer amuseerd in CS. Maar uh, het <laughs> probleem is dat veel mensen die kijken liever naar Vallerand, maar ik speel het zelf niet meer zo graag, omdat ik het nu al bij ben. Dus het is zo een dubbel. Ja, ze je nu altijd een nieuw game. Wat zegt u, Jerry? En zoekt er dan nu een nieuw game of zo uh, in te Oh Ja, ik heb, ik heb gisteren CS gespeeld omdat ik niet anders wist wat spelen. Um, maar ik had er single. Allee, ik ga sowieso meer single spelen. Maar het probleem ja. is, ik ben zo uitgeput als ik terug aan mijn PC zit. Dat meestal als zo voor een single wil ik echt zo mijn tijd pakken. En nu bij zo CS of zo is het gewoon oké, okay, na deze match stop ik. Als we bij een ja. singleplayer, ik wilde echt zo uren aan een stuk kunnen spelen. Dat lukt gewoon nog niet. Uh. Ja, uh, voor de rest bijna niks. Hè. Ik, uh, ik ga mijn Xbox straks testen. Ik heb mijn controllers overal... Um, ah ja, dat heb ik ook nog even ja. laten zien. Ik heb mijn eigen custom controllers laten maken, zoals dat jullie hebben gezien, uh, gehoord op de vorige podcasts um, juist mijn triggers zijn een beetje raar. the kind of works, I don't know. Um, maar het is dus met de kleuren van op mijn stream... Ik ga er dus een van weggeven, trouwens ook. Dus we gaan mijn socials in de gaten. Maar mijn logo nice. moet op. Um, dus ik ben die ook allemaal aan het opladen. Dan ga ik uh, Ori spelen. Hè. Nice. Jee. En dan nog een keer die uh, Game Pass, want ik ben nu eigenlijk pas voor het eerst Game Pass aan het betalen, want dat was ervoor altijd zo het 1 euro, de eerste drie maanden. Ja, 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 ja. Dus ik ben nu pas eigenlijk aan het betalen. Uh, dus ik ga er wel een keer naar kijken. Good shit. Ja, dat is het. Uh, nice, nice. zelf heb ik ook niet veel gespeeld eigenlijk. Ik ben vooral met een heel weekend bezig geweest dan met een setup te verzetten. Dus uh, hey. nieuwe hoek en dergelijke. What's up? What's up? Yeah, uh, what's up? meer diepte en shit. En man de danszaal dat ik in wacht mee heb omdat mijn bureau stond in het midden. En dat pakte heel veel plaats en gewoon van alle shit die daar rond staat, waardoor ik altijd hmm. overal rond moest lopen. En nu staat mijn bureau in een hoekje. En het gedeelte waar mijn bureau staat is nu gewoon één vlakte achter mij. Het is leuk om zoveel ruimte plotseling te, vrij te krijgen. Um, wat heb ik wel gespeeld? Crash 4 verder uh, mm -hmm. naar het einde toe gespeeld. Ik heb Super Mario 35 onstream gespeeld en een victory halt. Nee, uh, nee. Doei. was geen speciaal, het was echt zo. was aan het spelen. En, oh, het is gedaan. Oké, okay, cool. <laughs> ja. Klaar. Uh, So, de... Je moet meer dat ik het speel, meer goesting dat ik krijg om Tetris 9 te verder te spelen, om eerlijk te <laughs> zijn. Je hebt gewoon zin in betere Battle Royals. Ja. Yeah. Ik heb ja, ook een beetje Warzone gespeeld. Uh, sucked immensely. Uh, dus het, het was toch niet het scherm die het Wonder wondercure was. <laughs> dus ik heb een nieuw keyboard Ouch. gekocht. <lacht> <lacht> hey. classic. Uh, ja, zo, dat, dat fancy keyboard dat ik gebruikte tijdens Gameforce heb ik gekocht. Um, want ja, ik heb die toch nodig hier, want ik zit nu met een dual setup als een stream- en game-PC. Mm -hmm. uh, en ja, dan heb je twee keyboards nodig. En ik heb er maar één, dus. Ah, ik zou gewoon een zo uh, USB-switcher gekocht hebben. God damn it. <laughs> dat... Ja, daar ben ik, ik nu voor aan het zien ook. Om, om tussen mijn Mac Mini, deze en zo te switchen. En dan is dat gewoon zo één knopje en dan switcht het alles. Oh, ja, ik moet er echt voor kijken dan. Dat ik, ik ja, heb, ik, heb, ik, ik weet niet wat Dat is een kei goed idee. Dit, dit, dit uh, toetsenbord is eigenlijk kapot gegaan bij het, 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 ver, ja, het verzetten van mijn dingen. Het is niet kapot gegaan al zijn dat er iets niet marcheert, maar dus, uh, je weet dat je, das, dat je zo die twee lipjes hebt van achter dat je hem op een, een hoekje yep. kunt zetten, en wel één ervan is er gewoon afgekraakt. Ouch. Dus dan ligt hij altijd plat. Dus nu ligt hij zo plat. En, en niet alleen plat, maar je hebt zo, omdat dat de bedoeling is dat er een hoekje staat. En het gevoel dat dat naar de andere kant helpt nu. Omdat je zodanig gewoon zit dat daar rechtop staat. Ja, uh. Uh, het, inderdaad. Als ik nu een goed keyboard ga. For the first time in my life. Want deze is altijd zo die goedkope 15 euro van een Aldi shit geweest. Uh, ja, ik heb, dat is zo hetzelfde met al die fucking computer gear. Je, je kopt dat niet omdat dat veel geld kost. En dan ervaart je dat bij iemand anders. En beseft je van, oeh, dat maakt wel een verschil. Oh my god. Ja. Like in GameForce heb ik met dat keyboard zitten werken en gezegd van oh my god, dit typt ongelooflijk. Dit is een orgasme aan mijn vingertoppen. Ja. Um, 144-hertz scherm. Dus ik heb bij boe dan eerst naar gekeken en is van holy fuck, what the hell is deze? Uh, ja, dat is, voor de mensen die dat allemaal niks zeggen, dat is het hetzelfde gelijk. voor de eerste keer dat je met twee schermen werkt en terug moest gaan naar één scherm. Dat is ook zo even van oeh, dat is een luxe dat ik niet wil afgeven. En wel ja, dat is hetzelfde met al de rest. Um, tja, ja, ja nee, ik snap je volledig. Ja, qua games, uh, Mafia nog verder speelt gespeeld ook nog. And that's it, I think. Solitaire, bijna gecomplete. Mijn eerste Xbox, all achievements, uh, Platinum, whatever the fuck dat dat was. Zwat. Sharon. Zo. Ehm... Ik heb deze week gespeeld, uh, onder andere uh, met een Oculus Quest dat Vorige Jukla. week was toegekomen, ik heb ik gezegd, um, met de deluxe strap. Um, eindelijk wat gespeeld. Uh, ja, het is wel een heel aangenaam apparaat. Uh, heel goede resolutie en zo. Uh, het is wel indrukwekkend. Ja, voor Daarom 350 euro. Ik... Ja, uh, ja, voor 350. euro. Wat is 50 euro voor die deluxe strap? Ja, die deluxe straps is dus 60 euro. 400 euro nee. eigenlijk. Ja, het is daar, want die, het zit ja. toch wel een pak beter dan de default die, vind die ik. De, de, de default heeft taboe, want de, de, ja. de deluxe straps worden uitverkocht. En dat is gewoon zo de, de, de klassieke straps all around. En de deluxe is ja. dus echt zo een, een solid ding, gelijk de, de PlayStation ja, VR. Dat je zo kunt draaien ook, hè, dus dat je zo gewoon. Dat is de, echt systeem van PlayStation het... VR dus. Is dat. en je hebt hier van achter nog zo wat een rubberen ding Oeh. dat zo echt op je kop zit. Dus dat, dat vormt al beter zo naar de balling van je, van je hoofd zo van achter. Mm -hmm. zo dat je dat zo net boven je ja. nek zet. Zijn je mee dat dat wel goed zit? Nu van voor merk ik nog wel wat druk. Dus ik zit nog altijd wel te zoeken met hoe dat ik hem perfect moet aandoen. Ja. Um, zien dat je die amush wat te dun is. Ik, dat weet ik nog. Dus ik heb hem nog niet perfect, maar ik heb nog niet lange sessies gedaan. Dus ik heb er nog niet echt last van gehad. Um, ik heb er nu uh, Cubism op zitten spelen. Wat mm -hmm. een Belgische game is, dat op Oculus Quest is gereleased. Voor um, iedereen dat er een heeft, kan ik hem aanraden. Zo'n puzzelspel. Uh, ik weet niet of je nog van vroeger een tangram herinnert. Uh, dat was zo die puzzels dat je zo had... Dat je zo een figuurtje zag en gaat zo allemaal zo geometrische vormen, zo driehoeken en vierkantjes. Oh, en... ja, 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 ja. En dan moesten ze die vorm namaken. Oké, okay, ja, ik zie wat je bedoelt. De... Dat lijkt, dat lijkt ja. op mijn favoriete meetkundeoefeningen van in het vijfde leerjaar, waar dat je dus moest in de zijdes beginnen gaan berekenen, van ja. hoe lang ze waren. Ja, yeah, inderdaad. Shit, dat is mega cool. Dus cubisme is dus eigenlijk een soort van tetrisblokken in een vorm moet uh, zetten. En dan los je de puzzel op. Leuk spel. Ook heel mooi vormgegeven. Heel simpel, maar heel goed vormgegeven. De muziek en zo. Is dat ook geen minigame in Mario Party? Dat je zo kan wel. Of iets van de Switch, one to Switch, Mario Party, whatever party games als er allemaal op Dat je moet met de ene controller. Alleen met twee zitten de een met de controller moet dat zo draaien, en de ander gaat eigenlijk twee blokjes die perfect in elkaar passen. Maar elke speler krijgt controle over een van de blokjes en je moet dat dan zo positioneren dat het perfect in elkaar ah, ja. glijdt. Zo. Dus dat is, dat is denk ik in een minigame op een of andere Switch game. Ja, ja dat kan. Ik herinner het mij me niet meer. Uh, daarnaast heb ik ook nog op PC dan... Um, uh, Star Wars Rogue Squadrons gekocht. Nieuwe Star cool. Wars uh, flight game. Ja, uh, gewoon omdat man. die ook een vr functionaliteit had en ik had zoiets van: fucking hell, ik wil wel vliegen in space. Mm -hmm. En uh, ja, als VR-experience is dat geweldig. Hè? Je zit echt zo in die cockpits en dat je dan zo door wrakken aan het vliegen hè Zo echt uh, het gevoel van snelheid en ja, het zit wel goed. Um, ik heb het nog niet lang kunnen spelen, want het is ook wel een beetje, je moet het wel wat gewend geraken. Dus zo zo'n nu heb ik even zoiets van. Okay, even genoeg, dus ik ben het nog wel aan het opbouwen. Maar uh, het is wel cool het enige spijt is dat zo cutscenes zo 2D zijn, dan zitten ze zo echt op een plat vlak aan het kijken in VR. <laughs> ja, dat is, dat, dat is wat minder. Dat is, uh... dat is een, 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 een puzzel eigenlijk, dat ze proberen op... Allee, dat aan het zoeken zijn naar een oplossing van hoe doe de storytelling in VR. Hè? Ja, dat is, ja is, je kunt het zo niet op dezelfde manier aanpakken. Ja, he? je kutten. Like, uh, dat is iets raar. Want dan staat op mijn moment het ene standpunt. Als het dan in VR staat het te kijken. Ja. En aan het volgende moment zijn ze plotseling ergens anders. En, dat is, uh, wow. ja. en het is ook spijtig als ze zo gaan voor zo de, dat ze gewoon gaan voor de 2D-oplossing, terwijl ze eigenlijk ja. even over een 3D video kunnen gaan. Dat ze eigenlijk gewoon. een... Stereoscopisch beeld zouden aanbieden dat je al toch wel iets van diepte hebt in je videobeeld. Maar uh, hier gaan ze dus spijtig genoeg voor gewoon ja, plat schermpje. Um, hmm. Wat wel spijtig is. Uh, nu, ik heb enkel de cutscenes doorgeskipt omdat ik gewoon wou vliegen. Dus ik kan nu ook <laughs> niet zeggen of ze goed waren of niet. Ik had van fuck it, laat maar vliegen. Uh, maar, dus ik moet nog eens opnieuw beginnen voor de cutscenes en wat de story is. Uh, daarnaast heb ik vooral op Switch uh, The Return of Obra Obradin gespeeld, een spel van 2018 door uh, Lucas Pope, een maker van Papers Please. Hmm. En uh, het is een super vet spel vond ik. Uh, ik was er echt wel mee bezet. Er was zo acht uur aan een bananenstuk dat ik zo ik moet dat oplossen. Ik ik, ik moet dit vinden. Dus, het is een super stom. Het is zo'n spel dat niet voor iedereen is en bij, om een of andere reden bij mij klikte dat. Je is... ben gewoon een verzekeringsagent. Ik weet het, een van de sexyste beroepen dat je kunt uh, voorstellen. Ten tijde van het uh, begin van de 19e eeuw en je, ter, een schip meert aan na zoveel jaar verdwenen te zijn. Daar is niemand aan boord en jij moet als verzekeringsagent de cause of death en wie dat het was. Uh, allemaal op lijst in een boek. <laughs> dus het is eigenlijk gewoon een spel of deduction, want je kunt dan elke keer als je een like tegenkomt via een speciaal kompas, kunnen we het <laughs> laatste moment van hun leven uh, verkennen. Dus je kunt echt zo rondlopen en zo. Het is een zwart-wit game zo. Ja, het ziet er gelijk dat het op een Macintosh uitgekomen is, x oh. aantal jaren <laughs> terug. Op zo'n rekenmachine zo, <laughs> ja. Het is echt een supercoole look. Het is allemaal gemaakt door ene mens, wat insane is. Um, maar ja, als je zo into detective puzzle adventure games. Don't sleep on it. Het is echt een top game. Uh, en het ergste is, het is zo'n spel nadat nou, ik like, het had uitgespeeld. Heb ik zo echt het gevoel had van: fucking hell, ik ga dat nooit meer kunnen meemaken. Dat, zo, en, die ervaring dat ik had zodat. Ah, hoe dat in elkaar zit, hoe de tips mm. en de dingen dat je moest vinden voor dat allemaal op te lossen en zo. Het uh, is me ook volledig gelukt. Op eentje na dat ik gewoon er dichtbij zat, maar dat, de, dat ik toch iets verkeerd had ingevuld. En dat gewoon is van, ja, ik zal het misschien verkeerd geïnterpreteerd hebben. Mm. Um, maar ja, ik was er echt mee bezeten. Waardoor dat ik ook wel de vraag stelde van. Welk spel zouden we willen vergeten, zodat je het terug opnieuw kunt ervaren? Bro. Dat is ook een vraag voor de comments. Zo, als je het, gewoon, je vergeet dat van de een op de andere dag en je kunt dat gewoon volledig blind opnieuw spelen. Welk spel zouden we dan kiezen? Oeh, er zijn veel games dat ik dat zo wil mee doen. Ja, hè? Like God, God of War en Uncharted, alle twee. Like, hm. Om Uncharted voor de eerste keer opnieuw te ontdekken. Holy oh, ja. shit, man. Uh, ik hoorde voor hetzelfde. Het feit, de, de eerste keer dat uh, in de drie, denk ik, dat het was dat ze die camera plotseling super ver cinema cinematografisch zo achteruit gaat. En echt een complete underworld toont. En jij op dat ene platformje allemaal demons te verslaan nog altijd. En alleen de controle werd niet weggegeven. We moesten nog altijd zo fan Ja, ja. Wat een moment. Ja, waarschijnlijk de laatste was voor u, Jainox ja wel ging juist zijn voor mij is dat obvious is gewoon omdat ik de eerste keer dat ik dat de originele is alleen elke keer als ik de originele opnieuw speel ervaar ik dat zo altijd een beetje nog zo fuck ja dit is echt een goede scène en zo verder snapte ja ja. ja ja dat is voor mij een obvious keuze de de meeste zijn vooral Allee, voor zoiets is het vooral een story-based game dat je naar nou kijkt. Omdat ge... ja. Het is vooral het verhaal dat je niet opnieuw kunt ervaren. Gameplay kun je altijd opnieuw ervaren. Maar hmm. het is dus het ontdekken de van een... Ja. Uh, de shock of zo de eerste impact van een bepaalde gameplay, dat kun je ook zo niet meer uh, mee ja, maken, dat is ook Hij is zo Eigenlijk de Breath of the Wild de eerste keer is volledig anders dan de tweede keer. He. De eerste keer zijn je alles aan het ontdekken en oh shit, ik kan dit en oh bla bla bla. En dat is zo... Pak, ik ben aan het leren. Veel mensen zullen dat waarschijnlijk ook hebben met Minecraft. Kan ik dat vatten zodat het, het spel leren het leukste proces was van dat spel? In plaats van, ik ben er nu goed in. en dan wordt Dat wordt eigenlijk een, een formule, hè? Je bent zo, de, de, whatever game it was, de eerste keer dat je een, een 3D-shooter speelt. Ja, ik zat te denken aan Tomb Raider. De eerste keer Tomb Raider. Oh ja. Dat was zo ja. diep. Lekker, bij daar mij is dat sowieso al film... iets niet. Ja, dat, dat filmpje Dat is gewoon eerste 3D-game. Dat is, dan... 3D -game. Dat is ja. ooit een En Raider 2 Dus gewoon dat je zo binnenloopt in die cave. Um, in die, cave, hè. die eerste ja. cave, dat is gewoon... Die ah, wolven daar komen, die direct voor de zijn eerste tijgers, keer. tijgers, hè. Ah oh, ja, maar dat is een 1. hè. Een 1, ben... ja. ja, bij mij is het een twee... Uh... Ah, op de Chinese muur dan. Ja, maar oh, ja, dus je komt wel altijd in die grot, hè. Dan komen er twee tijgers op je af. Ja, juist. Ja, en dan uh, ja. Ja, dat is absoluut de waanzin. Ja, yeah. en Tomb Raider retrospective wil ik ook wel eens doen als podcast. Dat we sowieso de Origins en het geheel. Dat was wel een goeie. Ga je nu dan mee zijn, waarschijnlijk, Jenox? Maar ja, wat precies, wat ik verstond niet. Een no, retrospective van de hele Tomb Raider-land. Zo so games. Game origins and... <laughs> en. The, the ones It we is... don't talk about. Ja, <laughs> <laughs> dat vooral. Dat vooral. Ja, ja dat dat... Is heel, er bestaan een heel goede video over. Ik weet wel niet meer wie dat gemaakt heeft. Tomb Raider, Tomb Raider is volledig aan mij voorbij gegaan. Dus ik heb enkel de, de nieuwe gespeeld. De, de, vanaf de reboot alle drie of niet? Nee, zelfs dan niet. Eén. Ah, maar like, ja, uh... okay. gewoon Tomb Raider. Ja, maar ik heb wel de Ryzen. Ik heb de twins in de Rise of the Tomb Raider. Ja. Ah. Is er al een derde zelfs? Ik... ik wist dat niet. Ja, ja, Shadow the Tomb Raider. En die, die is juist trouwens vandaag um, in aanbieding op Netgame de definitive edition met alles bij voor 28 euro. Dat is misschien zo weinig dat ik nog op Xbox zou kopen omdat ik dat dan beneden met een zetel zou spelen. Die staat nu 29 euro. Maar dat is wel niet definitive ja, edition. Ah zie, ja, wat uh, ja, voor Ik ging hem ook nog eens opnieuw spelen want ik had hem nooit uitgespeeld dus ik wou hem nog eens. Ah, ik, ja, ik vind de Shadow goed alleen het einde is zo valt waar in. Een. Ja, het begin vond ik heel sterk. Ik vond dat echt uh, balzy, in... heel balzy. Uh, ja. ja. ik vind de hele rebootlijn serieus goed. Alleen merkte van oké, okay, ja, het is gewoon female and charlotte. Maar, ja, is... maar we zullen dat voor een andere podcast houden dan. Dus zouden we zullen hm. dus een Team Raider podcast ja. houden als uh, mensen dat willen. Dat is goed, uh, maar dus maar ja, ik vooral... vraag naar... Ja, naar de comments vooral is van uh, welke games zouden we opnieuw willen ervaren. En ik denk dat dat wel wat aansluit. Het onderwerp van deze week. Um, we willen het wel hebben over de launch games van ja. eigenlijk elke generatie, gezien dat we nu toch dichter zitten bij de releases van de Xbox Series X en de PlayStation 5. En ik kan vatten voor veel mensen, like Mario. Ik zei al, Breath of, the, Breath of the Wild, een launch game van de Switch, Mario 64. Een game dat denk ik veel mensen ook wel zoiets hadden van. Op de eerste keer dat ik dat speelde, maal mijn broek was nat. Maar uh, vandaag de dag zal het ook niet meer zo zijn, hè. Uh, nee, ja. ja, ik heb hier zelfs een andere website gevonden eigenlijk. Uh, van hoe dat de PlayStation 5 launchtitles comparen met die van de andere generaties van PlayStation. Oh, interessant. Dus ze kunnen ze heel snel overlopen. Dus de 5 de heeft nu, uh, zoals vorige week gezegd, Assassin's Creed Valhalla... Demon's Souls is blijkbaar ook een launch title. Ja. Uh, ja, als Wij we, we hebben er al een keer ruzie over gemaakt, op, want Sherry vindt de prijs oké okay van Demon's Souls op de PS5 ja. launch. En ik vind dat totaal niet, want het is 75 euro voor een remaster. Wow. Ja. En ja, dat gaat er bij mij niet volledig in. Maar het is 75 euro voor elke. AAA game op het moment. Hè? Maar ik heb gezien dat er al een paar gezakt zijn, om hier te zijn. Tuurlijk, maar dat is 75 euro, is ook de, de, de digital price. Hè? De physical prices liggen altijd lager. Het is dus denk ik enkel Game Mania dat die prijzen zal hanteren. Hè? Uh, ja, ja. Maar het is, like, ik had gezien dat Assassin's Creed Valhalla al gezakt was. Dat dat nog maar 64 was of zoiets. Diep. En, want dat was ook zo allemaal oh, dat gaat maar 75 euro. Ik moet even goed kijken hè, voordat ik mij fout zeg: PS4, PS4, PS5. Zie je 64 euro op netgame. Ja. Dus je snapt, is dat maar, gewoon weer dezelfde prijs. Dus dat, want voor PlayStation. Hier zijn de digital prices ook 69 euro hè? Hmm. De, voor een nieuw game. Dus er is ook niemand dat dat volgt van winkels. Dat is. Ik denk dat, dat gewoon hetzelfde gaat zijn met de volgende generatie. Misschien niet bij de launch titles even strikt. Maar bij andere games gaat het altijd wel zo zijn. Mm. Buiten de game, hè? Ja. ja um, maar ja, Stop. dus Demon's Souls ook. Uh, Destruction All-Stars. Dirt 5. Uh, te, ja, het is een alfabetische volgorde. Hè. Ik heb wel Astro's Playroom overgeslaan, maar fuck it. Devil May Cry 5 Special bij. Edition. Godfall. Ja. Madden NFL 21. Marvel's Spider-Man, Miles Morales, Sackboy, Big Adventure en Watch Dogs Legion. Dat is best wel een serieuze line-up. Ja, Allee, dat is waar. Dat zijn er, al, er zitten vijf tussen dat ik wel al ga komen. Uh, van het begin van een console. Wat dat niet slecht is. Als we dan een generatie teruggaan, PlayStation 4, dat is een... Launch titles zijn een veel langere lijst. Dat was dus... Uh, ook uh, november 2013. Ja. Launch was mm -hmm. Assassin's Creed 4, Black Flag. Nog eentje. Ja, Assassin's Creed. ja ik I remember. Ik, ik weet nog dat ik. A, asked... Allee, PS4-launch was super kut, hè. Ook nergens. Dat je. Ik um... kon hem ook nergens krijgen en al die shit. En ik weet nog dat ik niet voor speed heb gekocht. Uh, Black Flag. En ik heb Black Flag dus kapot gekregen. Het is een van de weinige Assassin's Creed-games dat ik echt 100% heb gespeeld. Dat is echt een topgame. Ik herinner me uh, mij vooral dat... De, ik heb de PlayStation 4 ja. maar drie jaar later gekocht voor Uncharted. Oh. Um, maar ik herinner mij dat... Jere, zo, wat Welke had die witte zeker? Hè? Of, of de shiny one? Ja, had ja, die heb ja. Ik die heb had die gekocht en dat was zo van... Oeh, fancy, je hebt dat. En, dan, en wat speelde? Zo van, ja, ik heb dat uitgespeeld en dat was het. Also, dat er echt ja. bijna niks was. Um, dus deze lijst heeft ja, Assassin's Creed 4, Battlefield 4, Blacklight Black Retribution, Call of Duty Ghosts, Contrast, uh, DC Universe Online. Dat zijn geen physicals. Ja, uh, FIFA yeah, 14. Ik ken enkel de physicals nog dus. Ja, FIFA 14. Yeah. Oh, Flower. <laughs> Put, putty was... Squad. Als ik me niet vergis was Putty Squad ook een de launchtitel. Oef, Als je uh, niet weet wat dat is, dat is iets heel raar. Dat staat ja, er niet tussen de lijst Het staat niet tussen de uh, lijst eigenlijk. Het zal dan toch in een van de eerste twee weken: ja. um, uh, Injustice Gods Among Us Ultimate Edition. Uh, Just Dance. Killzone Shadowfall. N fucking Nak baby! Ah uh, uh, ja, dus Killzone vond ik legit wel nog redelijk oké. Okay. Het is niet de beste in FPS, maar die valt redelijk. Ik vond dat nog zo van. Maar oh ja, kijk, uh, het is redelijk. Uh... Dat is de ene die, die vooral last heeft gehad van. Uh, te verdwijnen tussen de concurrentie, gewoon eigenlijk. Denk <laughs> ja, het was, zo, het was het zo allemaal net niet, snapte? Ja. Het, het was zo, oké. Okay. Uh, That's it. <laughs> dat is uh, onfortuinlijk. Lego Marvel Superheroes, Madden NFL. NBA. Uh, Need for Speed Rivals. Re Rezogun. Die was ik vergeten. De dat had we gehad. Oh ja. Uh, dat is goed. Sound shape, super Load, tr uh, Trine Trine, whatever twee. Kutspel. En mm. Warframe. Ah ja, Warframe, aan ah, mij. Dus is daar in, daarin echt. Als je dan kijkt van wat zou je daarvan spelen, het is een langere lijst, maar ik kom niet aan 5's. Uh, nee, ja, dat, was, dat was geen. Dat was ook voor mij niet zo'n line-up dat mij toen verkocht erop. Dat was zo There are Games, ja. Yeah, ja. Assassin's hmm. Creed is al niet voor mij iets om de console te doen kopen. Ja, maar aan de <laughs> andere kant je hebt Call of Duty als zal altijd wel vervelen. Uh, ja. Een argument natuurlijk. Ja, FIFA. Ja, zeker. Oh. Uh, dan de rest. Maar ik... FIFA is, is, is FIFA nu ook geen launchtitel? Uh, dat ook niet. Nee, is al uit, uit hè? Is al uit hè? Ja, FIFA Answers. Ja, ja, PlayStation 5 versie. Ja, die gaat ongetwijfeld direct meegeshipped. Nou, ja, ik kan me ook mijn beeld dat dat er direct zal zijn. Dus ja, dus ik denk bij de sports op, games. We hebben die bundel al gezien, die super lelijk gefotoshopt een bundel. Dat is echt zijn dan een stagiair. Dat, dat was een PlayStation was een 4 bundel. Dat was nog een PlayStation 4. Oh my <laughs> god. Ja, oh. dat er nog mensen, dat, er nog, dat ik zo denk van ja. Wie gaat er nu de FIFA Edition PlayStation 4 nog kopen? Mm -hmm. En dat is zelfs niks speciaal aan die console. Hè? Het is gewoon een fucking dead ass normal console met FIFA erbij. Dat ik zo denk van: ja, als mensen hem nu nog niet gekocht hebben, is de kans eerder groter dat ze er in een tweede hand zullen kopen dan nog eens 300 euro uit te shellen aan een fucking PS4 met FIFA. Ja, hm. dat dus, vind ik een beetje een raar. Dat waren, dat waren de PlayStation 4 launchtitles. En die comments, want het is. Het is voor oh, mij was het geen event. Voor u ook niet. Ik vond dat geen sterke line-up. Rezzo Gun <laughs> was legit het beste wat er toen was. <laughs> ja, ik vind, ik vind dat op zich oké. Okay, omdat Black Flag was iets waar ik heel lang heb kunnen graaien. Dus ik stoorde mij niet super hard aan, aan alle releases. Plus, ja, je hebt juist ja. extra bakstuk gekocht. Je hebt een PS4 gekocht. Dus je wilt nog niet te veel games, want anders is het al fucked. En dan ja, die niet verspied trok dan op geen kloon. Dus dat sukte dan al. Maar ik kan ook zeggen dat het de week na de launch was. Maar in ieder was geval. Uh, ja. die sportgames interesseren mij ook. Ja, in één en hol. Het verschil zit er nu wel in, kunnen we stellen, bij PlayStation 5. Dat, dat je tenminste nog een hele PlayStation Plus library hebt van PlayStation 4 titels. Dat je nog kunt spelen. Uh, dus bij de PlayStation 4 was, was dat het. Was ja. niet meer. Dat was daar. Zelfs geen digital titles van PlayStation 3. Het was daar. En nu hebben we tenminste de PlayStation 5 wel de optie om heel veel PlayStation 4 games gewoon te kunnen spelen. Dus dat kan letterlijk gewoon je PlayStation 4 vervangen. Terwijl mm -hmm. bij de PS4. kon het nog lonen om je PS3 nog bij te houden. Hè? Ja, ja, het is. Ja, good point. Very good point. Uh, maar ja. Zelfs al kon de op een 6 4 Black Flag, wat, was de net, allez, wat, wat kwam er daarna dan? Want ik weet nog dat dat lang toen geduurd. lang geduurd heeft voordat er echt een game was die de moeite was. Of dat het echt ja. zo een library begon op te bouwen van alright, ja, nu zijn er eigenlijk wel al wat titels. Het waren veel floppen, dat weet ik nog. Um, the Order, 19, the 1886. Ah ja, ja, ja. Dat was een beetje een maar failure. Dat was geen slecht spel, hè? Dat was echt geen leuk Nee, maar dat was ook niet wat het moest zijn. Dat was ook geen oh. system seller. Nee, dat is waar. Dat was gewoon ja. een game. Maar dat ik, vind ik vind dat heel jammer. Wauw, dat, dat stoort mij nooit in een game dat te kort is. Nee, maar. Voor de prijs wel. Voor de prijs wel, ja. Het floodde de second-hand market supersnel. snel. jij nu dat het drink? ding is? Nee, Rum. Nee. Het ding is. <laughs> Wat dat mij het meeste stoorde. was dat er zoveel haat op was. Ja, dat, Want Het dat vond ik verhaal ook was terecht. helemaal niet slecht. Het verhaal. Allee, verhaal. Ja, ik vond het eigenlijk echt niet slecht. Ik had echt legit gedacht. dat bij de PS5 dat er een opvolging ging zijn. Omdat ik gemerkt had dat die game superveel potentieel heeft. en daar is nooit meer iets gebeurd. Dat ja, stoort me mijn Dat Dat vond ik ook wel heel jammer. Ik heb nu ook wel veel later. Zien spelen. Ik heb hem zelfs nooit gaf, Ik heb hem zien spelen. En dat was zo van: wow, dat ziet er impressive uit. En dan natuurlijk hadden ze gameplay-wise met zo'n games. al was het heel repetitief op sommige points. Of de bosses, die werewolves, waren niet intimiderend. ene keer als je wist wat dat gaan doen waard. Dat was het echt gewoon. Ja, Ja. Ja, dat. Het was zo'n een beetje. Maar ik vind dat je dat over veel dingen dan kunt zeggen. Snap je? Oh ja, tuurlijk, tuurlijk. Het verdiende absoluut niet. Het heeft faults, net als iedere game. Maar het verdiende de haat niet dat het gekregen heeft. Dat is de hmm. heel punt. Right. Ja, uh, ja ik, ik vind dat gewoon zonde. Ja, zeg maar. ja, daarnaast hadden we nog natuurlijk Bloodborne. Dat is ook nog wel vrij vroeg uitgekomen in de PlayStation 4-cycle. Wat wel een succesvol game was. Wat wel nog een game is dat wel een serieus een following heeft. Um, daarnaast ook Infamous Second Son, was denk ik ook nog in het eerste jaar. Just, oh, ik was ja. even aan het opzoeken. Dus uh, Last of Us Remastered is het eerste jaar. Um, Second son. Second son. Second are... Ik weet nog, de eerste keer dat ik dat speelde dat Eh, boring. Ik heb het afgelegd. En de tweede keer heb ik die bijna in één keer uitgespeeld voor ja. some reason. Ik vind die nog altijd heel goed. Dat was een visueel mm. heel indrukwekkend spel. Ja, ik... Ja, ik, ben, ik vind dat wel heel cool. Um, ik mis. Allee. Ik vind. Er is nog geen vervolg op. Uh, nee, dat is de laatste van de reeks voorlopig. Ja, ze zijn dan overgestapt naar Koos de Tsushima. Ja, zoende. Maar ja, ja dat we, was we, hopelijk een goed Yep. Ja, Middle ja, Earth: Shadow of Mordor. Dat is ook een goede game, maar die was voor mij net weer te lang. Ja, die was te lang. Dat was super repetitief. Um, maar ik vond hem wel cool. Plus. Had zo dat heel nemesis systeem. En ik had soms het gevoel... Want ik heb hem eerst een keer pak een dag gespeeld. En dan heb ik hem weggelegd, omdat ik snapte het niet goed Ik ging vaak dood, daar, omdat ja, ik wou iemand gaan hunten. Maar al die mobs waren super sterk. En op den duur werd het ook heel repetitive. Ah ja, allee. moet nu bait schieten, zodat ze zo die... Uh, allee. die dat die oprijden, die warks. Dat die afkomen. Allee, daar zitten ze wat bij je. Allee, schiet daarop. op. Snap je dat? dat zo elk kamp was zo... Bijna hetzelfde. Aan het einde toe waren die kampen gigantisch en dat was wel echt insane. Ik vond dat nice. Maar juist een tweede spelen. maar sta staat hier klaar om te spelen? Want het is gewoon nog niet van gekomen. Ja, inderdaad. Uh, de, zullen we anders doorgaan naar de Playstation 3? Ja. Back in, opnieuw november 2006. Ik weet niet hoe dat er komt. Dat zal altijd in november uitkomen, maar... Uh, Goh, is, ja, vlak voor de holidays hè? Ja, yeah, maybe. It's uh, a holly holiday. Dus, <laughs> uh, November 2006, PlayStation 3, oh, the vast Blast Factor, Call of Duty 3, Genji Days of the Blade, Madden NFL, Marvel Ultimate Alliance, Mobile Suit Gundam Crossfire, NBA, <laughs> NBA <laughs> NBA 07 and NBA 2K7, twee verschillende yeah. games. Um, Need for Speed Carbon, Resistance Fall of Man Ridge Racer 7. Tony Hawk's Project 8. <laughs> uh, Tiger Woods PGA Tour 07. En Untold Legends Dark Kingdom. Daar is dus niks van dat ik bij heb. Huh? Motorstorm, is de, was dat ook geen launch lounge. Motorstorm was ook okay, één. Nee. Oh, ja, Resistance, Resistance en Motorstorm waren de grote toen. Ja, want er bestaat een pack van de PS3 60 gig, die ook PS2-games kon spelen, met Motorstorm en Resistance in één pack, als ik me niet vergis. Ja. Um, en dat vond ik alleen. En. Ja, zo. Super Stardust, of wat was dat daar? Stardust Ultra, whatever. Dat was ook nog oh, een hm. launch game. Dat was zo een van hun eerste um, digital titles, dat je, kon downloaden. Ja. Dat was een gay shooter. Is Super Stardust Ultra of. wat even op wat weer heten. Um, maar voordat ik vind dat we een bijna een rode lijn kunnen trekken in de, de, de dingen die gereleased zijn. Like, ja. uh, de, de vier en de vijf zijn hetzelfde met Assassin's Creed, Call of Duty en allemaal. Uh, natuurlijk iedere keer een NBA, Madden of FIFA. Of allemaal samen. En een Call of Duty. Dus van oké, okay, hup dus een standaard line-up aan het um, ja, superstar, dat is de ultra Ja, Superstardust okay. Ultra. Uh, sportgames verkoopt gewoon een game. ja Voor de rest er is niks in die Call of Duty 3 was dan een goeie? want ik weet dat Call of Duty 2 gezien werd als de beste. 3 is ik nog goed. Ik ja, heb de 3, 3 legit nooit gespeeld. Ik wist zelf niet dat die uit was op de, op de Playstation. 3 is zo... Is zo geweest op consoles. En ik zat toen nog in mijn uh, PC-fase. Hmm. Maar uh, Call of Duty 3... Want die is ook uitgekomen op de Wii, als ik me niet vergis. Uh, ja, dat kan wel. Zot een boel. Wacht even. Hè. Release. Call of Duty 3, PS2, Xbox. En Xbox 360, Wii en Playstation 3. Yeah. Ja, ik heb die dus nooit gespeeld. Ik, eigenlijk, ik heb eigenlijk wat gameplay moeten opzoeken. Ik wilde hem dan eigenlijk wel een keer spelen. Ik dacht dat hij nog wel goed was. Maar, maar dat hij niet is geport naar de pc zou mij dat verbazen eigenlijk. Hmm. In een stopt... Resistance Fall of Man is zo de... ...de highlight daarvan. Ik heb die leg maar ja. heb die nog nooit gespeeld. Eigenlijk. Die was ook niet zo geweldig zeg. Ik heb enkel ja, de had... Vita-game gespeeld. Ja, de Vita-game was heel goed. Ja, het was wel nog tof. Het ja. was nog goed, dacht ik. Um, ik denk, Resistance werd pas goed na enkele delen of zo. Dat is toen pas zo. De mm. eerste was niet de beste. Ik de tweede vooral uh, ge gezien werd als wat de beste. Nou, geen idee. Ja, PlayStation 3 heeft een heel moeilijke start gehad. Uh, is pas. Ja, werd. Oudsell door Xbox 360 in het begin vooral, maar PlayStation 3 heeft dan een L-beweging gemaakt later in zijn, uh, in zijn generatietijd. Um, ja, er, er kwam nog dingen, was Ratchet Clank en Spyro ook nieuw PlayStation 3, maar zoveel failed games ook niet. Die hadden wel tools of destruction, zeker, of was um, Ratchet and Clank Future? een quest of for booty of zoiets. Ja, yeah. ja, Die waren die, die ja, nog goed, waren Die waren goed? heel goed, ja. goed zelfs. Ja, ja. Ik, ik denk dat de... het legit geen slechte and Clank Ah. Die die a crack in time, die vond ik super supergoed. Die was key Dat is een beste die, zelfs. Denk ball, ik. Dat is de eerste dat ik gespeeld heb, maar die 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 puzzle quests waren zo fucking fun maat. Ja, en dan ook zo dat stuk je, ja, dat echt zo met time dat je, zo terug moest, dat je zo die padjes moest wandelen met klank en dan terug moest spoelen en ja, ja dat, was heel echt dat, was dat was echt goed gedaan. dat echt heel goed, goed. en kan ik echt aangaan ja. spiral Into the was, next. Wel. Ja, Spyro was toen al ja spiral was toen al bral maar dat ja. was al van PlayStation 2 bral nou ik Advance heb ik heel graag gespeeld nee. Nee, ik weet gewoon van de PlayStation 3 ik heb die gekocht toen dat Little Big Planet uitkwam toen ah ja, Little Big Planet dus als... uiteraard. Twee of drie... Twee jaar na... Nee, drie jaar zelfs denk ik na releases. Die... In 2009 heb ik die pas gekocht. Oof. Dus dan was die al nou even uit. Um, en zelfs zie... toen had ik zoiets van... Uncharted was toen al wel uit, weet ik. Dat was toen het enige echt de moeite en Little Big Planet. En dan begonnen ze de goede games te komen, gelijk like, ja, Arkham Asylum en zo. Hè. Dan begonnen ze dat echte meet te komen, vond ik. Van, uh, Het, ik zie ook dat de, de, de starting price van de PlayStation 3 was 599 dollar. Yep. Dus 100 dollar duurder dan de PlayStation 5 nu. Op dat ja, moment 200 dollar duurder dan de Xbox 360. No wonder it got outsold. Jesus Christ. Oh ja. Maar hij had wel PlayStation 2 backwards compatibility op dat punt. En. Dat blijft nog altijd te zuur dat ze het hebben moeten uitsnijden voor de prijs te betalen. Uh, ja, ik heb die ook maar gekocht in 2010. Dus vier ja. jaar na launch. Maar dat is uh, alleen Ik heb zo'n hele periode niet meer gegamed en dat was het punt dat ik er terug aan begon. Achter dat ik gedumpt werd door mijn vorige lief. Uh, nee. Ik zei van fuck it. Weet je wat ik mis? Gamen. En dan is een Playstation 3 gekocht, gewoon een Bart smet En begonnen met Brute Legends en God of War. Uh, ik geloof dat Brute Legend dan ook juist uitkwam in 2009 of 2010. Ja, dat kan wel. Uh. Ja, ah, ja, ik, ik, ik weet nog dat ik zat in het middelbaar. Ik weet niet meer hoeveel. Ik denk het vierde of zo of het vijfde. En uh, ja, mijn maat kreeg dat toen van zijn ouders, want ik kreeg zo alles. En ik weet nog dat ik ook zo Assassin's Creed zag. En GTA 4 dus... eh, is dat. Hè? Ja, ja GTA en Nico. En dat ik echt zo aan het kijken was: van wauw. Dieke Assassin's Creed, dat was echt wow. insane. Ja, die had dan zo'n GIH tv staan op zijn kamer en Carmen, dan was ik echt zo aan het kijken, damn. Oh, ja, ik was ik toen had... totaal nog niet echt in de consoles. Hè. Ik had dat met de, de Playstation 2, dat is een maat van mij. Had die. En dat is zo, ja... De, de, met iets wat rijkere ouders... Uh, was er wel... <laughs> Iedere keer naar hem proberen te gaan om iets te spelen. Maar... <laughs> het enige ik me daar nog van herinner is Dynasty Warriors. Dynasty Warriors 2 was er een. Ik weet uh, Time Splitters was er een. SSX. Oh, Rich Racer. Ik heb Time Nee, nee. Just, nee dan denk ik naar Time Crisis, sorry. Nee, Crisis uh, was PlayStation 1. Ik heb een PlayStation 2 on release gekocht. Dat wel. Zullen we even en... kijken naar DINE-lijst, want dat is de ja. langste van, van alle PlayStation. Is dat racen. de langste? Ja. Holy shit. Uh, ik weet daarvan. In elk geval SSX Time Splitters, Rich Racer 5. Ja. Klopt, klopt, klopt. Um, X-Force of zoiets. X-Squad. X-Squad was het dan? ja. dus uh, dit was oktober 2000. Ja, yep. um, Opnieuw het is alfabetisch, dus uh, um, Hold on: uh, uh, Armored Core 2, Dead or Alive Yay. 2, Dynasty Warriors 2, yeah. <laughs> yep. ESPN International Track and Field. ESPN, X Games, Snowboarding. What a funny is was SSX is, that is also a launch title, uh, Eternal uh. Ring, Evergrace, Fantavision, Gun Griffin Blaze, Kessen, just. Madden NFL, Midnight Club, Moto NHL, Orphan, Scion of Sorcery, uh, Q-Ball okay. Billiards Master, Ready to Rumble Boxing Round Two, Rich Racer Five, Silent Scope, Smuggler's Run, SSX. Street Fighter X3, Summoner, Swing Away, Tekken Tag Tournament, Time Splitters, oh ja, Unreal Tech Tag Tournament, ja. Yeah. Unreal Tournament en Wild, Wild Wild Racing en X-Quad. Um, Wanna Line-up. dat <laughs> yeah. is echt een scene. Een heel groot naast was Oni, weet ik ook nog. Dat was ook nog een van die PlayStation 2-games van Bungie. So uh, nog een game dat ze nog op PlayStation 2 hebben uitgebracht voordat ze exclusief. Voor, um, Microsoft zijn beginnen bij. Ja, uh, dat is een game. Oh, een <laughs> list hoor. Ja, en wel, die, die. Ik was just aan het zomaar uh, games die dan. Het ding is dat hij een six-year-run gehad. Maar uh, wel dat die van de PlayStation 3 was, zeven jaar zelfs. Ja, en, en Viros ze ook. Staan. Zeven jaar. Tot dus dan was... kunnen we nog zeggen van zelfs die laatste jaren zijn er nog goede dingen uitgekomen. Ja, PlayStation 2 heeft zelfs in zijn laatste jaar. Shadow denk of the Colossus, nog, 2005. Shadow of the Colossus, hè? Ja, ja. Ja, uh, dus... ja het, heeft, het heeft voor iedereen wat wel. So, het heeft de sports games, het heeft de, de RPGs, het heeft de, de, de snowboarding. De, allez, dat is extreme sports, maar. Ja, de, de fighting dat... games, de shooty-shooty games. <laughs> Wanneer was God of War 3 eigenlijk? Want ik weet dat God of War 1 en 2 heel laat in de PlayStation. Ja, God 2 of War was. 1 en 2 zijn echt ook zo ah, ja, 2005, 2006 of zo. So. Want ja. ik denk dat God of War 2 zelfs is uitgekomen toen het de PlayStation 3 al gered was. 2007, ja, klopt. Zie. Dus dat, dat is een good run, zes. zeven jaar in games. Jawel. Um, ja, dat was een goede. Uh, Sottenboel. Ja. Uh, uh, ja, ik, ik, ik heb die nooit niet meegemaakt, uh, want ik was toen 13 en niet bezig met uh, Playstation 2-games, alleszins. Ik had een 1 en dat was het. ja well, yes. ik, ik heb de PS2 gekocht toen ik, nadenken, ik denk, in het derde middelbaar zat. Dus ik was toen... 15? Ja, ik zat wel een jaar voor... pak um, 2000... Is dus dat valt hij nog goed mee? Wanneer is de PS3 uitgekomen? De 2000, nee, de PlayStation 3 is 2006. 2006, ah ja. volgens mij kwam de PS3 uit en verkocht er een. Ja, volgens mij was het zo, dus ik heb hem later gekocht. Iemand in mijn klas ging de PS3 kopen, dus hij verkocht zijn PS2. En ik dacht van: I'll buy it. Ik heb toen 70 euro betaald, dat weet ik nog. En er zaten zo 20, 30 games bij, dus toen Oeh. was dat een. Ja, een goed deal. Goeie deal. Ja, mijn um, ouders vonden dat verschrikkelijk. Want ze snapten niet waarom ik er nodig had, want ik had al een game-pc. Maar um, ja, zo ben ik gehoekt geraakt aan SSX, en wat. Ik heb mijn zus heel nacht naast. Maar ik was er zo fucking verslaafd aan, aan dat ja, ding. S SSX was ook bij mij zo. Want ik, toen ik naar Playstation 2 kocht, had ik ook geen, ge geen geld voor een game te kopen. Hè? Mm. Ik had echt gewoon die demo-disc. En dan ging ik wel eens een game huren of zo. Mm -hmm. uh, maar met die, die demo dus, ja, SSX stond daarop. Dat was echt gewoon legit gewoon constant die demo van SSX spelen. Het was zo goed. Uh, mm -hmm. Dus eerder dat ik genoeg geld had om eindelijk een PlayStation 2-game te kopen, was het dan direct SSX. Mm -hmm. Altijd geen spijt van. <laughs> ja, uh, het, is, het is een goede console geweest. Het is nog altijd best verkocht nu. Oh, ja. ja uh... Want ik heb hem dan nog fucking verkocht. Omdat ik een PSP wel koopen. Die kwam toen ook zoiets uit. Ook nog goed hè natuurlijk. PSP en, launch titels, dat waren ook niet veel. Dat was. Medieval. Gad ze die een Jump Rocco. Force game of zoiets? Nee, ja, niet Jump per, Force. Ja, Pursuit Force. Pursuit Force. Ik vond dat legit ja. toen cool. Ik dus had toen een Gear gene. Metal Gear Asset had ik toen toen gekocht. Ah. Dat was een trip. Ehm. Uh, Corocco was geen launchtitel. Nee, dat is nadien. Uh... En... Dingsken, uh, uh, Hoe noem je het? Allee, Dexter? Dat is ook later. Dexter is ook Jack later. En Dexter. Ja, Dexter is ook later. Even um... Kijk, kijken hoe laat. 2000 en... Ja, niet 17, what the fuck. Uh... Wat is de eerste? <laughs> het is enkel Dexter. En enkel, PSP. Dexter? Oh, en PSP. enkel Dexter? Enkel DX. Ja, PSP. Ik was gewoon het kijken naar de PlayStation oh, 2. Sorry, ik was het kijken naar Jack en Dixel op PlayStation 2. Dat is in 2001. Dat is ook ja. nog een jaar geduurd. Zo kun ook een jaar erna. Uh... En Dexter 2006. Een... Ja, March 15, 2006. Oh, dat is geen in geen... Of dat is 2 jaar, is LC. PlayStation nee. Portable is 2005. Ja, maar bij ons veel later in 2004, denk ik. September 2005 denk ik wel eens. Uh. Ik heb die toen ook online gekocht wel, dat weet ik nog wel. Amai, walig. Uh, was het het die features? veel te luide spinning discs? Ja, inderdaad. Dat je dan eraan kwam dat, dat je die zo, maar... zo kon lanceren. Nee, dat was echt niet Als je cool. zo die, die, die eject button deed, dan schoot je een disc eruit door de kamer. what the fuck. Ik heb van het weekend nog uh, toevallig vastgehad met een PSP. Echt, ja. Ik was in turnouts uh, en ik was bij mijn ouders binnengegaan. Ik stond op punt om zo terug naar huis te gaan om een trein te pakken. Uh, en ik was echt zo aan. fuck ja, ik mag dat niet vergeten. Zo naar boven gechased. Ge uh, ik weet het al zelfs niet meer. Ja, het was op zolder. Daar lag mijn PSP en ook heb ik echt zo open gedaan. Wat de rij eruit gehaald. Oké, okay, oh, nee. ze is niet gezwollen. Dat is en, de ergste uh... probleem dus, dat, dus ik heb nu mijn batterij van mijn PSP eruit gehaald. Want iedereen met een PlayStation Portable, die batterijen die kunnen beginnen lekken. Er zijn heel veel mensen bij wie dat die al uit, aan het uitzetten is. Ik heb een launch PSP, bij mij is het niet gebeurd. Misschien is het een probleem dat meer bij Amerikanen zo'n Omwille van een ander mm. oplaadkabel. Ik weet het niet. Maar uh, kijk het sowieso thuis ook nog eens na als je er een hebt liggen. Want uh, ja. Dat kan natuurlijk ook een brandje veroorzaken, Ja, uh, eh, dat is echt een... absurd. Hoe ziet dat dat uitzet. Het is dat. Dus uh, en het zou ook zonde zijn voor uw PSP kapot laten gaan, maar nu weet ik ook niet of ik hem nog terug zou opladen of zo, maar ik heb hem nu wel teruggevonden en dat was toch wel weer even zo vast van, fuck, dat was toch een schoon apparaat. Ja, ik heb dat nu met de Vita. Och, ja, die dus... lag hier ook nog. Dat Ik zit van, och, zo schoon. Fuck oh, die vast. Ik, ik heb de mijne juist gemot, ik heb dat was Schenk vorige week uitgelegd. Dus ik pak dat vast en ik denk: Godverdomme, dat is eigenlijk echt een cool apparaat. Waarom is daar niks mee gedaan geweest? Ze zonde, hè? Hmm. De... Ja, dus uh, ik vond die ook heel leuk, de Vita. Um, maar ja, dat was dus PlayStation okay. 2. We kunnen overgaan naar PlayStation 1. Ja, hmm. klein lijstje, maar ja, natuurlijk ook de start van heel Sony's gaming uh, dinges. Ja. Um, hmm. Jumping Jack Flash. Of hoe heet dat spel? Jumping Jack. Staat er niet tussen. Ah, is dat niet een van? Misschien, misschien kort daarna. Uh, dit waren launch titles in september 1995. Dus uiteindelijk oh. heb je de kortste run gehad van alle Playstations vijf jaar. Als nakijken. Jumping Flash, dat was dat, ik bedoel. Battle Arena Toshinden. Oké, okay, okay, ja. Was het er tussen? Ja. ja. All right. a there's uh, air combat battle arena to shinden espn extreme games uh, <laughs> Kill League, the dna imperative nba Damn. jam uh, power surf 3d tennis the raiden project rayman a rich racer street fighter the <laughs> movie total eclipse turbo and zero divide total oh well. eclipse turbo <laughs> Battle Arena, Toshinden en Rayman staan erop. Ja, de enige launch titles op de Classic. Ja, want Rich Racer hebben ze Ridge Racer 4 erop gezet, wat ook wel de veel betere Rich Racer is. Ja, Rich Racer was wel heel populair, Rayman ook. Battle Arena, heb ik geen idee wat de is. <toss> dat was een 3D-fighter, la Virtua Fighter. Ik nee, um, vond het leuk dat ze. Ik vind het leuk dat ze Street Fighter The Movie <laughs> als een launch game hebben. Oh man, dat is zo'n slechte dan ook nog. Want hij is zo een met digitized actors, hè? Dus dat is zo ja, een like Mortal, Mortal, Mortal Kombat. Kombat, Kombat. Ja. Och. Maar ik ben die een Total Eclipse Turbo aan het zien. Holy shit, dat ziet er echt niet uit. Dus dat is <laughs> alles, een smup. Alles van de PlayStation ziet er nu zo vaak uit van: oh, god, dat ziet er ja, niet, dat niet uit. Dus, de hele die een era, de hele die een generation, didn't age well. Tenzij ze nog in 2D bezig waren. Het is, oh, ja. het is een generatie die er moest zijn om er door te geraken van, oké, okay, we hebben hieruit geleerd, we gaan even Playstation 2 en fix things, weet wel. Uh, ja. ja, want dat is ook zo, want er zijn veel remakes van Playstation 1 games op Playstation 2 of Gamecube, hè. bekend natuurlijk zijn Metal Gear Solid in een remake en Resident Evil. En, oké, okay, die spellen waren op dat punt nog niet oud, maar ik heb zoiets van, ja, maar die spellen hadden dat echt wel nodig. En ja, je ziet hoe crappy dat die eruit zagen. Hmm. Oef al Resident Evil. Ja, Resident Evil en Final Fantasy waren nog games die nog slim waren met pre-rendered achtergronden te werken, ja, ja, ja. waardoor het al minder erg was. En dan zie je Final endo's. Fantasy 7 en dan denk je die characters en dan ga je van misschien zit ik toch mis met die statement. <laughs> <laughs> uh, oh. Ja, ik, ik, ik weet niet meer wanneer ik een Playstation 1 gekocht heb, maar het was al sinds de Playstation 1, zo dat kleintje. Uh, ja. ik, inclusief dat schermke dat je daarachter kon opplaatsen voor een auto te kunnen spelen. Dat uh, redelijk snel kapot is gegaan, zelfs. Ja. Yeah. Ze uh, zijn ook fucking duur, ja. Ik weet dat niet meer. Mijn, mijn ouders zijn akkoord voor mij. Ja, maar uh, ik bedoel nu, hè, als je die nu wilt koop. Ah ja, oké. Okay, Takkei, ja, okay, duur. Willem uh, heeft in mij nog. Godverdomme. <laughs> Godverdomme. <laughs> hem nog. Wat Godverdomme. Laten we hem eens terughalen. Ja, tot hij in het ziekenhuis lag, heb ik dat gaan brengen dat hij het Metal Gear Solid kon spelen. Nee. <laughs> <Hey>. Dat <laughs> nice. Erg uh, jij een PlayStation 1 had je? Ah uh, ja, ik heb hem nog altijd. Uh, met een Crash Bandicoot 3 sticker erop. Uh, <laughs> ik heb die in, denk ik, 98 of 99 gekocht, weet ik. Um, uh, met de, de fantastische game Gek 3D natuurlijk. Yep. Ouch. Must have. Uh, legit, ik, vind, ik vond dat echt een leuke game. En, er zit nog altijd goede shit in. Is dat die uh, met die vrouw daarin? Nee, nee, dat is geks 3. Fucking fudge. Dat is geks 3D. Nee, Gex, Gex, ik had geks 3D. Oh, ik, had Gex. Ja. Yep. Uh, ja, ik, ik had nog geks 3. <laughs> ja. Jeep. Ik had geks 3. Ja. En dan denk ik, Gran Turismo had ik toen ook nog gekocht. Um, dat was ook zo de game die ja, je moest hebben was ook gewoon legit een goede game. Maar ik had daarvoor had ik wel vaak een PlayStation zo eens gehuurd van de videotheek. Als je dan mm. zo drie PlayStation games huurde, dan kregen ze zo Dan mocht ook een gratis een PlayStation meehuren en zo. Dus dat deden wij wel eens af en toe. En dan. Heb ja. je daar nooit een memory card bij? Dus dan was ik zo proficient geworden in Crash Bandicoot 3 dat ik daar in ene sitting kon uitspelen. Nice. Ja. Uh, ik, zie, ik zie net dat uh, Gex 3 Deep Cover Gecko. Was ja. dus die, die ene game dat ik had toen dat ik hem gekocht had. En die is pas uitgekomen in 99. Dus ik had hem ook ja. maar gekocht aan de 99 of 2000. Uh... Ja, we zijn laatbloeiers. Ho ho hoe oud was jij in 99, Janox? 8, uh, hè? 8. Van 91. Ik heb, ik heb de mijne ook gehad, ongeveer is dan. Ik zou iets genauer geweest zijn. Volgens mij zat ik ja, in zes die waren ook niet zo duur. Nee, nee, maar mijn onkel verhuisde naar Amerika en hij wist dat ik daar slot van was, van dat ding. Ik heb dat verhaal al verteld, dat ik erop speelde. Ja. En hij uh, heeft mij die toen cadeau heen. Dat was toen... Volgens mij was de PS2 ook al uit, maar ik was er gewoon zo gelukkig mee, want wij mochten eigenlijk geen consoles hebben van mijn ouders, buiten Game Boy. En, uh, dus ja, maar dan kon het niet zijn. Ik, bij mij. ik weet niet of dat bij Ger was. Ja, ja het was was bij mij ook. Fucking, fucking Discord. Oké, okay, ik zei dus... <laughs> Wij mochten geen consoles hebben buiten uh, Gameboys. En ik heb die dan cadeau gekregen, dus mijn ouders konden geen nee zijn. Dus uh, dat was eigenlijk mijn eerste console, een PS1. Ik vond dat de max. Ja, en wij hebben die direct laten modden, want wij hadden geen geld voor games. En dan uh, altijd zo naar de bibliotheek, 50 cent, zo een game gaan huren, dan kopiëren. Of zo van mensen die dat we kenden. Ja. Zo in die DVD-branderken, dan zo die een die ISO ervan. Uh, Genereren en dan zelf branden en zelf hoesjes maken. Dat was de life, jong. Ik heb ze maar weggesmeten, allemaal. Mijn gekopieerde. Oh. Guys, <laughs> ik heb net een website gevonden. Dat is zo'n Wikipedia-pagina's. Met list list video videogame console launch games van elke generatie naast elkaar. <laughs> ah ja. Want ik denk wel. In veel gevallen dat zo, Nintendo altijd heel weinig titels had. Buiten ja, de, de Nintendo. Buiten de Nintendo. Ja, ik weet, ik weet inderdaad de, de, de Wii U en de Switch dat dat altijd zo wachten was dat, dat er iets uitkwam. Ja, dat, ik denk, de Switch had wow, vier titels of. Breath zo, of the Wild one 2 Switch. Uh, uh, Punch game. ja, uh, Arms. Dan. Arms. Arms. En uh, snipperclips. Ja. Sniperclubs, just, just, ja, just, Die is pas daarna physical gegooid, maar dat was wel zo'n grote titel. Mm -hmm. Ja, ik denk dat dat de titels waren van de Switch. Ja, oh, ik ben aan het denken, ik ben naar die lounge event geweest en dat was het legit ook echt. Ja. ja. Uh, maar en dan? De, die, die website start hier wel met. met we kunnen. er nog wel grazen bij de, bij de Switch, maar dat start bij de Second Generation met de Atari 2600. De Fairchild Channel F, Intellivision, ColecoVision en Atari 5200. Ik ga iets yeah. radicaal zeggen, maar ik denk dat meestal onze luisteraars daar nog nooit hebben van gehoord. En ik denk dat we daar kunnen voorbij gaan. Ja, we gaan naar de third generation met de Famicom, dus de NES. Ja, uh, wat was er nog van die? De Master System. De, de Sega Mark III of Master System en Atari 7800. Daarvan heb ik ja. nog nooit gehoord. Notaris 7800? 7800, ja. Mm, Oké. Okay. Yep. Uh, de Famicom had Donkey Kong, Donkey Kong Jr. en Popeye. En enige dat de NES er was, was het al uitgebreid naar... Ten uh, ah, Yard Fight, Baseball, Clue Clue Land, Duck Hunt, Excitebike, Golf, Jaramite, Hogan's Alley, Ice Climber, Kung Fu, Pinball, Soccer, Stack Up, Super Mario Brothers, Tennis, Wild Gunman en Wrecking Crew. Ja. Mm. De uh, black, ja. black Label cartridges, hè. En dus ja, ja, die, allemaal zo die characters, de... characters. Zijn die allemaal dezelfde design, die Nintendo titels, waren ook denk ik allemaal Nintendo titles. Allemaal first uh, ja. party. Ze had dus dat die console ging floppen. Dus uh, ja. ze hebben gewoon ja. al die hoesjes te weinig design in toe. Ja. Dat is echt dus een Allemaal hè? heel simpel, heel straightforward. Karate, ook nog zo die layout. Hè? Ja, ja, inderdaad. Ze ja, zijn nog wel een paar maanden of een jaar mee voort zijn gegaan met die sumiere look. Mm. Want uh, Donkey Kong heeft denk ik ook nog zo'n editie. Maar, uh, het zijn wel een paar titels met, met die black labels ja, wat ja, ja. wel schoon in hun eigen recht zijn, vind ik. Met die, die logo van wat voor soort game dat is. Of een action game is of een science fiction of zo. So. Het was nog wel uh, heel strak, allemaal. Maar ja. In no time waren het uh, de mega coole boxarts arts. dat we op andere titels nadien hebben gezien. Ik vind het wel Echt? leuk. Ik vind die. die, 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 die dingen. Um, die Famicom boxjes, daar zei Popeye en zo. dat zijn zo mega schattige kleine doosjes. Ja. En dat vond ik zo cool. Ja, die cartridges um, waren dan ook gewoon een kleur. en dan ja. in letters daar zo op. Hè, dat was. Elke cartridge had ook een andere kleur, wat wel super vet was. Ja, en dat doosje was Famicom. ook zo'n juiste grootte van die kleur. En bij, hey, bij NES is dat allemaal zo die grote grijze. Bij Famcom waren dat zo heel kleintjes. Ja. Ik vond die veel schattiger. Ja, dat is wel zoiets dat ik moet zeggen van in Japan. Uh, Nintendo, in veel gevallen, uh, is dat wel cooler om te zien dat de Japanse editie van games altijd anders waren. In de zin van, bij Nintendo waren dat van die kleine doosjes. Bij de Super Nintendo was dat even grote dozen ongeveer als bij ons. Maar waren die verticaal, terwijl bij ja, ons waren die allemaal horizontaal. Smaller. Ja, ze waren ook wel iets smaller, denk ik. Hè? Maar ze hadden ja. wel zo'n rechthoekig design. Mm -hmm. En dan bij Gamecube waren dat van die kleine doosjes echt... En die sleeves. super kleine met een sliefje rond inderdaad. Ja, de zo klote er ja. aan, ja, die sliefes. Ja. Ja, ik heb er twee of zo, denk ik. Donkey Konga 2 en uh, een van de Naruto games heb ik zo. zelf uh, in Japan zijn ze helemaal niet makkelijk te vinden. Ja, uh, het, is dat, hè. Maar het is zo. Het is een geflopte console. Hetgeen ja, dat, hetgene dat succes, ik nu man. wel opmerk aan die lijst, is dat dat allemaal ja, op misschien Mario Brothers. Dat is een uitzondering, maar dat zijn allemaal very straightforward, one game mechanic games. Ik sidebike, je rijdt naar rechts en je springt. Kung fu, je loopt naar rechts of links en je schopt of scho en slaat. Dat zijn ja, zo allemaal kom. arcade games met zo'n very primitive design, ja. maar wel allemaal Allee, voor zover ik degene dat kende gespeeld heb, zijn wel fun. Het zijn zo leuke mm. games voor zo echt uh, een keer erbij ja. te pakken. Uh, veel daarvan inderdaad komen ook nog naar natuurlijk. Het, wat was er toen populair en dat waren uh, arcade games. Hè? Dus het was nog heel arcade game gedomineerd toen, hè, de markt. Geen een Pac-Man wel. Uh, die is pas later gekomen of Pac-Man ja. was ook niet van Nintendo. Hè, dus... Dat is Atari. Dat Atari. Ja. Atari dat... had er al een. Hè. Uh, ja, 1980. Ja, kijk. De 2600 is een originele Pac-Man. Ja, het een originele pack home versie, maar ja, is, ja. die versie is niet officieel. De Atari Ach, versie, het dat is eigenlijk een clone. De Pac-Man zie ik hier bij de launch staan van Atari 2600's in Japan. Ja. <laughs> ja. Uh, ook ook zo'n debiele doosjes. De Master System in Europa was Action Fighter, Black Belt, Choplifter, Fantasy Zone, Hang-On, Transbot en World Grand Prix. Oh, het zijn wel een paar goede bij ja, Hang-On is een, een classic en Choplifter um, ook natuurlijk. Even ah, kijken. Ja, Hang-On is inderdaad vrij bekend hè. Maar Choplifter ja. uh, ook, Fantasy Zone, ook Hip. Die andere ken ik niet echt. Mm, ik ben altijd opzoeken wat dat is. Ik heb nooit een massasysteem gehad. Nu nog niet zelfs. Uh, oef. Wonderboy. Wat kun je in nieuwe meer duister? Ja, het is dat. Ik heb zo'n converter. Maar ik heb wel een converter voor de Mega Drive 1. En ik heb een Mega Drive 2. <laughs> dat kan dus, ze niet. Dus ja Dus ja. Uh, Atari 7800. Zie ik wel dat ik like, Centipede ertussen tussen staan? Mm. Uh, well, ja, Blazers, Centipede, Desert Falcon, Dig Dug, Food Fight, Galaga, Joust, dat. Mrs. Pac-Man, Pole Position 2, Rescue on Fractalus. Robotron 2084, Track and Field, dankzij Civis. het wel wat bekende naam tussen, vind ik. allemaal arcade games, yep, allemaal. allemaal ports, uh. Allemaal ports, ja. Maar dat was wat dat idee, ja. Dat was wat idee, ja. dat, dat is dat, dat is waar Atari groot mee geworden was. Ik weet niet. Jack Black zijn allereerste dingskin in Pitfallen. Hè? Pitfallen, hè? ja. Allereerste acteerding. Ja, reclameke van Pitfall, zo <laughs> <Just> schattig. <laughs> cool. um... Shit game, though. We zetten ondertussen ja. aan de vierde generatie games. Jawel. Oh, <laughs> graphics de de turbo skip. graphics, de, de Mega Drive. Ja, Sega CD, fuck dat. 32X, ja, a lot fuck dat. Laat het houden op Super Nintendo en uh, Mega SNES. Drive. Ja. Uh, Oké, okay, de Mega Drive had... En, uh, Wacht. had... Oké. Okay. US Lounge. Oh. Like? Fuck. Nee, nee, niks. Z ja, ik wil u laten denken... Doe maar. Ik, ik zou denken... oh Wat moet dat geweest zijn? Super er drie dan Nee. Er zijn er drie dat wij kennen en gespeeld hebben. Ik, ik wou zeggen... Zo Mickey... Mickey's Castle, maar dat, dat is al later. Hè? Dat is later, ja. Uh, ik zal oh. ze gewoon lezen. Space Harrier 2. Uh, Just, uh, yeah. Tommy Sword op baseball. Last Battle. Thunder Force 2. En dan... Mm. Altered Beast, Alex Kidd in Enchanted Castle en Ghouls and Ghosts. Ah, Ghouls and Ghosts is een fucking launchtitle. Ja, ik had dat ook niet zien aankomen. What? Die bestond al, die bestond al op Master System, dus toch. Ja, longs? maar Ghouls and Ghosts is wel de second game hè? dat is niet Ghosts, Ghosts and Goblins is een eerste. Ja, maar dat weet ik. Maar ik bedoel, ik dacht dat, dat maar er bestaat toch nog een versie van? Ja, Super Ghouls and zijn... Ghosts. Is, uh... Ja, je hebt ja. Ghosts and Goblins, Ghouls and Ghosts. Super Ghosts and Goblins, dat zijn drie verschillende games. En dan die ene ja, freak die zijn eigen game heeft, Team uh, ah, Inscription of wat is dat? is uh, was awesome yeah. een arcade game, arcade game met de het waarschijnlijk. Mm. So, en dan hadden we die nog op PSP de, de Ghosts and Goblins games, hè? Die waren super goed die, die PSP versies. Ah, maar ik had van de Amiga uiteraard, yes yes. Ja, dat speel, is ook Ghosts dan. and Goblins. Ja. Yeah. Alright, en nu nog de belangrijkste. Nee, dat is Ghosts and Ghosts. In uh, 90 is dat uitgekomen. Ah, niet. In oh, ja. uh, 89. Hetzelfde al jaar ja. als op de Mega Drive. Okay. Okay. Um, we gaan over naar de SNES. Ik zal Wacht, de. juist nog... Op Super, CD, Super Mario World. Op Sega CD is Night Trap al uitgekomen als launchtitel. Ja. Dat is ja, ondertussen ja, al beroemd. Ja. Uh, uh, jullie hebben ongetwijfeld de aflevering geluisterd van uh, History. Daar. <laughs> All right. Dus... Uh, de European launch in 92 van de SNES. Uh, Gerre. Kunnen ze ja, van buiten? Super Mario World zit er sowieso tussen. Ja. Um, van van de ween. 1, 2, 3, 4, 5 titels zijn er vier die beginnen met niet... Super. Ja. <laughs> Want het is een dus niet... Super Nintendo. Hè? All Stars zit daar niet tussen, hè? Nee. Nee. Nee, dat is later, dat weet ik nog. Het is. Uh, um... Super Mario World, Super Soccer, Super Tennis, Super R-Type en F-Zero. Ja, ik dacht al. De, de, de tennis dacht ik al wel. Ja, F Zero, dat had ik moeten weten. Maar de launch titles in Amerika waren zijn ja, anders. Pilot Wings, Sim City en Gradius 3 die er dan bij zijn. Oh shit. Gradius ja. is ook exclusief geweest in ja, 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 de US, denk ik. Ja, dat wist ik ook wel niet. Art-type, ja. Die in mijn ook liggen. Ja, the same. Um, maar nou ja, die Mario, Mario World was de System seller. He. Iedereen moest dat hebben. He. Dat zat ook legit bij de console, denk ik. Ja, en wanneer, wanneer kwam uh, Link to the Past uit? Ook in 1991 of 1992, dus later dat jaar. Dus daar, en dan All Stars Mario is ook naar die. Uh, Skywalk, so, you know, die Al die RPG's ja, dat, 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 ja. die in console Donkey erg gescoord. Donkey Kong is nog zoveel ah, later, ja, Ma Mario country. Kart is nog zoveel later. Allemaal 94, denk ik. Hmm. Ja. ja. Um, de 64. Ja, de vijfde de generatie is de Sega Saturn, de PlayStation ja. 1, dat hebben we al overlopen, en Nintendo 64, uh, ja, en de CDI. Wat dat CDI laat slangen. Disgusting. Uh, de IO 64. Ah ja, gaan we naar de Nintendo 64? Oké. Okay. Ja. Denk. Uh, ja, Mario 64. Mario 64 zit er eens. Ja. Er zit daar ook geen Pilotwings 64. Pilotwings tussen. 64, inderdaad. Je hebt al twee van de vier. Twee van de vier. Ik, weet <laughs> dat er, ik wist dat er vier waren. Er um, staat nog. Uh, Cruise in USA? Nee. Ah. <laughs> uh, Star Wars Shadows of the Empire? Juist. En uh, Turok Dinosaur Hunter? Fuck ja, Turok. Dat uh, is de European de launch. US launch de had er maar twee. Dat was Super Mario en 64 en Pilot Wings 64. Daarom daar waren de twee die ik juist had. Ik win. <laughs> ik <Derrick> heb <has laughs> gewend, sowieso Nee, maar uiteindelijk, als je die vier titels ziet, toch vier goede titels. Dat zijn wel vier bekende titels. 64 had niet veel titels, maar die vier zijn bekend. Ja, dus, ja het. Spreek dus ik hetzelfde met iedere generatie van Nintendo vanaf dat punt? Hè. Ja, die start is super sterk, hè? Uh, ja, de PlayStation hebben we al overlopen daarnet. Met al die Zotto-games: Rayman, Ridge Racer en dergelijke. <laughs> en dan hebben we de Sega Saturn. Wat uh, oh, daarop het? Uh, er is één bekende: Virtual Fighter, uh, Daytona, Daytona USA. USA. Ja, van Ik heb Panzer Dragoon. Uh, ja, in, in Amerika, Panzer Dragoon. Ja. Yeah. Um, Clockwork Knight. Give... En International oh. Victory Goal. Dus Clockwork Knight, Daytona, USA, International Victory Goal en Virtual Fighter waren de vier die de European launch waren. Oh, cool. Er zijn er een paar meer in Amerika. Uh, eigenlijk maar een maand of twee eerder. Dus ik weet niet waarom dat er zo'n verschil op zit. In, in uh, Japan is blijkbaar Mist dan ook al uitgekomen op de Saturn. Ja, Mist, Tamaf. Pebble Beach Golf Links. En yep. World Wide Soccer. Whatever the fuck. <laughs> Oké, okay, ja, dus. Dit is een goede reden waarom dat ik nog nooit uh, gehoord had van de Sega Saturn. Uh, ja. Tot voordat ik op mijn Retro Days begon ben. Uh, <laughs> Het zal, hè? Jesus. Oké, okay, zesde generatie: we Kloppa. hebben de Sega Dreamcast, Playstation 2. Uh, Nintendo GameCube en Microsoft Xbox. Dreamcast zou ik er nog een paar kunnen gokken, denk Alright, go for it. Sonic Adventure. Uh, yes. Iets van, God, van Godzilla. Uh, nee. nee. Die, ah, dat was een. Ja. Uh, Ding um... ah, Japan wel, blijkbaar. Japan wel? Ja. Ah, ja, ja, inderdaad, sorry. Japanse. Ah, Ze staan apart uh, ge gerankt hier op die site. Ze Japan Japanese launch, US oh. launch en European launch. Ik herinner mij nog iets met. Shenmue was niet, hè? Eh? Nee, dat is veel later nog. Dat is veel later, hè? Crazy Taxi? Ook vrees ik dat dat later is. Later. Ah. Uh. Oh, dan weet ik het niet meer. Dit, ik, kan, ik kan echt geen enkele titel die hier op staat. Alleen, ah, uh, Senegalese. We hadden een European launch voorlezen, nu. Nee? Uh, ja. Like Soul Calibur started in a US launch. Ah, I right? yeah. uh, ready to rumble, walk but forget it. Uh, okay, European launches: Blue Stinger, Expendable, Dynamite Cop, Incoming, mm -hmm. Pen Pen Trill Trill Salon. Pom Pen Pen. No. Uh, <laughs> uh, Sega Rally Championship, Sonic Adventure, Toy Commander, and Virtua Fighter 3TB. No. Oh, uh -huh. Sega like Rally was still so nice. <laughs> Yeah. So. De ja, is ook een Nederlands wakker launch. De, maar ja, ik, we zijn dat heel weinig uh, consoles tot nu toe een goede launch hebben had. Sonic Adventure zit ertussen, dus datzelfde. De, de System Cellar gelijk dat Mario het was voor Nintendo. Oh, ja. Ik vind het, precies bij Gamecube ook nog mee wel. Gamecube is, weet ik ook nog wel. Alright, go for it. Je daar dat race spel. Dolphin Race? Waar is dat? Dat Wave Wave Racing. Wave Race. Blue Storm. Wave Race, ja. Yeah. Yeah. Dan... Uh, uh, Eternal Darkness. Mm, uh, is dat ook niet een van de nee, eerste? Nee. Okay. Ik bij. Luigi's Mansion, sowieso. Ja. Uh -huh. um, Super Smash Bros. Melee. Nee, dat dacht ik. Ik dat zie die niet. Is dat is, dan. is ook kort na release. Sport, kort, nou, so, alles. kort na, maar niet bij release. Ja. Um, Wacht. Super Denk... Monkey Ball? Ja, ja, klopt. Ja. Het is uh, een... Sonic ervan... Battle 2... Sonic Adventure 2 Battle? Ja, ja, ja. Uh... Going well. Uh, een daarvan is een zeldzame game dat jij hebt. Zeldzame game dat ik... Uh, nee. Wacht. Of, het is geen zeldzaam, het is gewoon het duur. Ik heb hem een keer geleend. <laughs> Batman Vengeance. Och, zot. Ja. Is Zijn een duur? Maar nee. Zeg jij, jij dat niet een keer? Nee, het ding is, is een dure. Of een ambetante, dat is die een andere. Die in Batman Dark Tomorrow. Ah, oh, sorry man. Sorry. Ah, dat is gewoon een kutspel. Oké. Okay. <laughs> Oké, okay, ik sla gewoon... ze door elkaar dan. Nee, Batman Vengeance is nog legit nog een Ja, ja, ja. ja. Oké, okay, ik ga ze voorlezen, want het is een hele reeks. De uh, European Launch. Ik zal de rest niet aantrekken. Uh, FIFA World Cup. Uh, Batman Vengeance. Bloody War Primal Fury. Oh, yeah. Big game. Burnout. Okay. Oh, shit. Cell Damage. Crazy Taxi. Uh, Dave Mira Freestyle BMX 2. Disney Tarzan Freeride. Donald Duck Quack Attack. Oh, yeah. Quack Ook Attack. Uh, Driven. Uh, ESPN International Winter Sports. International Superstar Soccer 2. Luigi's Mansion, Sonic Adventure 2, Star Wars Rogue Squadron 2 Rogue Leader, yep. Super Monkey Ball, Tony Hawk Pro Skater 3, Universal Studios Theme Park Adventure, dat kakspel daar. Oh yeah, uh, ja, shit. Wave Race Blue Storm en XG3 Extreme G Racing. Oh ja, yeah, daar. Mij, dat zijn maar twee Nintendo titles. Dat is een insane line-up eigenlijk van de gameplay. Ja, Serieuze start Misschien Geen had, een slechte line-ups, maar ik denk inderdaad enkel Wave Race en Luigi's Mansion zijn van Nintendo. Ja, maar dat was in 2000, alleen de, de, de Europese dan 2002, US en, en Japan was 2001. Ja. Um, ja, dat is twee jaar na de PlayStation 2, die ook al een even sterke fucking start had. He? Ja, ja, ja. ja. Die generatie had wel sterke starters, want dan hebben we nog Xbox natuurlijk. En dan de Xbox. Dat is Halo. Ook 2002. Halo, inderdaad, Combat Evolved zat ertussen. Wilde er nog wat raden? Links. dan Nee, nee. Oddworld Munches Odyssey is ook geen nummer. Jawel, dat is wel één. Oddworld zat ertussen. Dat is goed. Burnout misschien dat ook. <laughs> nee, ik zal uh, ze gewoon allemaal voorlezen. Amped, freestyle snowboarding, uh, Batman Vengeance ook, Bloodwake. Dave Mira freestyle BMX 2, Dead or Alive 3, Fusion Frenzy, Halo, Jet Set Radio Future, Matt Dash Racing, Max Payne, wat NBA Live, NHL, NHL hits, Old World Munch Odyssey. Project Gotham Racing. Ah ja. Rally Sports Challenge. Tony Hawks Pro, Pro Skater. DRAA. Trans World Surf. En Reckless the Yakuza Missions. God ja, damn. Dat is ook. Uh... Niet. Ja, dat is vooral die Halo die het hem verkocht heeft. En, maar die heeft niet alleen Halo. Dat is wel aangenaam nee. om te zien. Uh... Dat is een sterke line-up ook. heel gevarieerd. Ja. Ja, de Dead or Alive staat tussen, Max Payne, uh, Halo, Batman, Vengeance, Tony Hawk, Gotham Racing daar. Pst, een goed, goed fucking start ook. Die, ja, een goeie echt heel, heel de zesde generatie had ja, gewoon een golden start. Gewoon. Uh, ja, echt wel. Dat is, ik denk niet dat we ooit nog zo'n start gaan meemaken. Oh, wel weet. PlayStation 5 is nu al. Die, die, op die op 5 sterkest. X, X uh, Series X. zie ook wel. alle twee dezelfde games eigenlijk, hè. Hey. Uh, Bijna. Er zijn niet veel ja, exclusives, behalve Spider-Man Miles Morales dan. En dan Yakuza Hero of the Dragon op Xbox. Uniek. Oké, okay, kijk, volg cool. We gaan over naar de zevende generatie met Xbox 360, uh, Playstation 3, de Malgatan. Uh, ja. En de Wii. En Wii. Wii had een Virtual Console ook, die, die dat was het. Rekenen oh, nee. als een launch. <laughs> ah ja, maar dat is jaren. Dat is 2006 pas. Ah, nee, dat ja. was 2006. Dus... Ah, dat is dinges. Toch. toch. Oké, okay, Xbox 360, 2005. Wat moet uh, dat geweest zijn? Um... Ja, zal ik track oh, voorlezen? Je van het of, of wel de gokken? Ah, eentje weet ik nog. Perfect Dark Zero. Ja, inderdaad. En uh, een ander spel. Kamoa of Komo... Cameo, Elements of Power. Ja, ja daar is ook What nog. Fuck? Ah, Elder Scrolls? Uh, Morrowind? zie ik er niet tussen staan. Nee, hey, Oblivion. Oblivion, ah ja. Is het Oblivion? No, en ik, zie, Oblivion. ik zie geen enkel ervan tussen staan. Dat zal ook nadien no. geen... <laughs> um, European Launch in 2005. Is Amped 3, Call of Duty 2, Condemned Criminal, Om Criminal Origins, FIFA, uh, Gun, Cameo, Madden, NBA, Need for Speed Most Wanted, Perfect Dark Zero, <laughs> Peter Jackson's King Kong, Project Gotham Racing 3, Quake 4, Tiger Woods PGA Tour, and Tony Hawk's American Wasteland. Is <laughs> slecht. No, niet slecht, hè? dan die... je hebt eigenlijk de definitive edition van Call van die games. Je hebt Most Wanted. Mm. En ineens de next gen versie. Ja, next gen versie. Uh, hetzelfde met die King Kong. Je hebt toch ook wel de betere versie. Mm. Uh, Tony Hawk ook. Dus je hebt eigenlijk wel zo de, de betere versie van de laatste PlayStation 2 games. Ja, en Call of Duty 2 zit daarbij. Uh. De 3 ja. hadden we gehad dus, grotendeels. Op, het funny wel dat een 3 als launch title Call of Duty 3 had. Ja, zie je ziet er echt wel dat er een jaar tussen zat, of twee jaar tussen zat. Een, 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 een bijna volledig jaar, 2006, PlayStation 3. Ja. Uh, is... Ook ja, de, de, de Madden van een jaar later, de NBA NHL, allemaal van een jaar later. En Tony Hawk's Project 8 in plaats van American Wasteland. Ja. Uh, ja. Ja, daar staat van alles tussen. Sonic the Hedgehog was ook een launchtitle in Europa. Zie ik hier. Oh nee. Yep. Big oh fucking... Oh nee. Yikes. oh arme. Sonic <laughs> uh, 6. Ja. Oké, okay, de Wii. We, we gaan. gaan de Europese launch nemen in december 2006. Dus ja, Eén de... game, één game kunnen we raden, hè? Uh, ja, wie Sports waarschijnlijk, ja. Yeah. Ze starten, wie Bowling. <laughs> The only game you would need. Ook een Zee, andere ja. Tony Hawk wel, zie ik. <laughs> Tony Hawk's Downhill Jam. <laughs> ah ja. Uh, ja, okay. Barnyard, Call of Duty 3, inderdaad, een Wii-release. Cars, Far Cry Vengeance. Far Crype, nou wie? Yeah, just... Holy shit. Nou, ik was ook geen. Ja, we konden niet spelen. God. Godlieb Pinball Classics. Red Steel. Uh, ja, inderdaad. Red Steel. Uh, GT Pro Series. Happy Feet. The Legend of Zelda Twilight Princess. Ja. Yeah. Madden. Uh, Marvel Ultimate Alliance. Monster 4x4 World Circuit. <laughs> Need for Speed Carbon. Open season. Amai, dat is al de derde game open season dat van een cartoon komt. Van een animatie. Dus gaat Cars, Happy Feet en Open Season. Okay, Allemaal launch. The titles. Ja, amai. The Wii. Rampage Total Destruction. Rayman Raven Rabbits. Red Steel. SpongeBob SquarePants Creature from the Krusty Crab. Uh, Super Fruit Fall. Super Monkey Ball Banana Blitz. Tom Clancy, Splinter Cell Double Agent. Tony Hawk's Down Downhill Jam. Wii Play. En Wii Sports. My am, my am, I. Zoveel crap. Ja, wel. veel crap. Veel. Ja, een leuke dingen nog, twijfelt ook wel. Ja. Maar als je dan rekening houdt. De power van de Wii verleent met de power. Dat is hetzelfde like als je nu kijkt naar. De Witcher die uitkomt op, op de Switch. En iedereen heeft zoiets van. Does it though? Ja. 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 Ik denk uh, dat je van tijd ja. tijd die Call of Duty 3 ga opstarten, dat je zoiets gaat hebben: van oh my god, what the fuck is ja, this shit? Ook, ook voor context... ik heb zo naar gameplay gekeken. Ik vind dat hij nog meevalt, maar valt nog mee? Oh, ja. Maar voor, dus... voor context, voor de mensen die die tijd niet meegemaakt hebben: um, wie was de enige van die generatie? De welke is de, de zevende generatie? was de enige die geen HD-output had, dus terwijl al de rest al naar. 720 en 1080 aan het outputten was qua console, dus HD-beeld, was de Wii nog altijd op 480p. Ja, dat was echt fucked up. En dat, uh, dat was een hele rare set, uh, to say ja. the least. Um... Nee, nee, correct. Ja, ja want ik, ik weet ook gewoon nog dat sommigen dat zo, daarna zo al TV's hadden, waar dat zelf geen skart meer op zat. Hè. Dan ja, dan zo, moesten ze ook ja, een stukje Ik sluit mijn Wii dan aan en Nintendo had iets, ons probleem niet. Er kon alleen maar third-party adapters komen En, en dan nog zoveel Wiis verkocht. Maar vooral dan ja. niet gamers. Hè. Dat schijnt, dat schijnt. Ja. Heel veel ja, testing. Allee, zo ook zo rust thuis en zo. Hè. Ah, ja, ja, ja. Voor zich wat bezig te houden. Nico, okay. let's go bowling. En dan op de Wii. <laughs> Ondertussen zijn we. Ja, um, heel uh, wat later. De achtste generatie. Uh, de Xbox One in 2014. PlayStation 4 in 2013. En uh, de Switch in 2017. En de Wii U valt daar zo tussen de 2012. Ah ja, dat is ook niet ja, geweest. Dat is zo'n halve generatie. Ja. Met, wat was Nintendo Land. Dan uh, eerst Wii, Wii U, doen, ja, dat zit ja, tussen, Wii U zit er nog tussen, hè? Dus, ja, nee, nee Wii Zombie Wii U, dus Wii U zit, de, zit er nog dus tussen. Dus basically, basically had uh, Nintendo al zoiets van, ah, oei, die, al die andere consoles zijn vrij krachtig en dat is ook iets wat dat de mensen willen. Dus hier is een krachtigere Wii met een HD output. En we noemen ja. het Wii U. Zes jaar na datum, zo. Dus ja. <laughs> dat 2012. Echt, e en dat is zo. Sowieso. hadden hadde Nintendo Land was er een. En Nintendo Land ik weet het van buiten, inderdaad. Ja, ik zie hem staan, Nintendo uh, Dingen, Zombie U? Ja, ook. Batman Zicht. Arkham City Armored Edition? Ja, Was? ja zeker. Ah oh, ja, te zwaar. We Play U? Nee. Of Wii U Play of zo? Nee? Nee. Ah, dat is dan ook nog nadien. Uh, er moet nog een Nintendo-title geweest zijn dan, hè? Naast Nintendo Land. Ja, yeah, nieuw Super Mario Bros. U. Tjus. Eh? Just, uh, yeah. uh, Super Mario 3D, Land, 3D World was pas later. Eh? Pas later, ja. Ik ga de lijst. Het is een serieuze lijst. Wat zijn vooral ports, eh? En ports, ja. Je hebt Assassin's Creed 3. Batman Arkham City. Uh, ben 10 Omniverse. Of Ben 10, whatever. Call of Duty Black Ops 2. Chasing Aurora. Darksiders 2. Disney Epic Mickey 2, dat was ook nog zo eentje. Uh, ESPN Sports Connection, Fake Colors, Family Party, 30 Great Games Obstacle Arcade. Uh, FIFA, Funky Barn, It's Farming. <laughs> <laughs> oh, ik, wil, ik weet niet wat het spel is, maar ik wil het. Funky Barn, it. It's Farming. It's Farming. Het <laughs> it klinkt zo so ominous van, oh no, yeah. It's Farming. <laughs> Uh, game what's, Party what's Champions. What happens Just, in the Funky Barn stays in the Funky <laughs> Barn. Uh, Just Dance 4, Little Inferno, Madden, Mass Effect 3, Mighty Switch Force, uh, Na Nano Assault Neo, NBA, New Super Mario Brothers U, Ninja oh. Gaiden 3, Razor's Edge, Nintendo Land, Puddle, Rabbit's Land, Scribble Knots Unlimited. Sing Party, Skylanders, Giants, Sonic and All Star Racing trans Transformed, Forms. Um, tank tank tank. Uh, Tekken Tag Tournament 2, Wii U edition. <laughs> Transformers Prime, The Game. Uh, Trine 2, Director's Cut. Warriors, Orochi 3, Hype. Wipeout 3, your Shape Fitness Evolved, and Zombie U. Shape As Fitness Evolved is echt grappig. Die what? dus die Your Shape Fitness Evolved had ze van die groene span bij. En dat was echt super zwaar, dude. Ik zweer het u Echt zo? ik vond dat cool. Ja, dus ik heb een Wii U gekocht toen voor, voor, uh, voor Super Mario Bros. U. Mm. Um, ik heb nooit spijt gehad van die aankoop, omdat de games die uitkwamen wel leuk waren. Het probleem nu is dat al die games al uit zijn op de Switch. Ja. Op misschien Wind Waker na. En Wind ja. Waker was al een port. Van en Twilight GameCube. Princess. En Twilight Princess. Uh, dus, dus ja, kijk. Uh, Zombie U was nog wel een coole game, eigenlijk. Ja, ja, best wel. Dat is zo dat je moest rondkijken met hun gamepad. Een beetje ja. VR avant la lettre, zeker. <laughs> ja, en ook zo die, die London setting was super cool. En, en ja, dat je zo gewoon met blunt objects. Het was zoveel meer een rouwere. Zombie-game. Ik vond dat wel... zat wel cool elementen, in. Dit was ook de generatie waar dat developers uh, stopten. Allee, Wii was dat sowieso al, maar developers zijn hier echt beginnen opgeven van, ja, wij gaan onze game niet meer porten naar Nintendo. Waardoor dat alle AAA-games op Xbox en PlayStation bleven, en niet naar Nintendo-consoles kwamen. Hm. Uh, dat was al bij de Wii, bij de Wii U was dat gewoon bevestigd. En dan bij de Switch, ze, heeft Nintendo letterlijk gewoon een andere straat in geslagen. Zo, so, we doen gewoon dit. Uh, ook. Ja, dan hebben we nog enkel de Xbox One, zeker. One he? en de Oof. Switch eigenlijk, hè? Ja. Xbox One uh, had in Europa wilde paraden of... Uh, gaan we er gewoon direct even in. Forza, uh, Forza 4? Nee. Wel een Forza, want het is Forza Motorsport 5. Ah, Motorsport 5, waar is dat die al een 5 op dat punt? Geen Horizon. Dus <laughs> um, Angry Birds Star Wars. <laughs> oh ja, ik forgot. <laughs> oh ja. Assassin's oh, yeah. <laughs> Creed 4 Black Flag. Black Flag. Yeah. Battlefield 4, Call of Duty Ghosts, Dead Rising 3, FIFA, Fighter Within, Forza Motorsport 5. Just Dance, Lego, Marvel Superheroes, Madden, NBA, NBA, Need for Speed, Rise, Son of Rome, dat was een exclusief van yeah, zeker. <laughs> uh, yeah. Skylander, Swap Force en Zoo Tycoon. Dus bijna allemaal gewoon jaarlijkse supports en één exclusief titel. Een exclusive title. A very bad launch. Uh, twee, Dead Rising 3 ook. Was dat een exclusief? Ja, die is ondertussen niet meer exclusief, die is ondertussen on al gepoort naar PS4. Okay, is die yeah. naar PS4 of, of naar PC? Uh, volgens mij ook PS4 ondertussen. Ja, dat niet Frank's package of zoiets. Ah, juist, Volgens mij toch, hè? Ja, ja, is Zuidse. Uh, Voor PlayStation 4. Ah, kijk. Um, Ik vond, ik heb die gespeeld. Ik vond dat oké. Okay, maar dat was niks om over. Alleen ik heb me daar wel op geamuseerd. Ik heb Rise of Rome vond ik eigenlijk echt bijzonder leuk. Alleen ik had zo die een starting package met zo die een Kinect bij. En dan moesten ze commands roepen. Dus je moest zo archers roepen en dan kwamen er zo pijlen en dat was echt gewoon garbage. Hey, dat was zo, oké, okay, de leuke demo Bruce. Um, want het, verha het verhaal, uiteindelijk komt er eigenlijk wel nog een beetje verhaal in, maar de gameplay is gewoon, ja, je schuift altijd een kamer op. Hè. Dus je killt in één kamer vier man, gaan naar de volgende kamer, killt vier man en zo is heel het spel lang. En for some reason heb je dat verleden uitgespeeld. I don't know. Het was oké. Okay. Dat is plezant. Speel, speel, plezant maar ja. Maar het is, dat was het eigenlijk ook niet, dus ik snap het niet goed. Maar. De, de Xbox One heeft waarschijnlijk een van de slechtste launches gehad. op Sega Systems na. Mm. Uh, hier in Europa heeft dat heel slecht verkocht, toch? De Xbox One. Ja, ja, verschrikkelijk slecht. In Amerika een beetje. Maar in Europa niemand kocht dat. Ja. Eendraai Games, wat dat sowieso al de big meme was. En dan, uh, ja, twee. Ja. Ja, er, was, er was gewoon niks waarom ze dat cool. Plus, ja, ja, dan heel veel bugs ook. Alleen ja, zo die man. issues dat games niet worden laden. Uh, wat ik ook trouwens heb gehad. allemaal van die stuff mm -hmm. um, blokkeren volledig. Ja, dat was uh, geen succes. Ja, Xbox had ook meer. Alleen Microsoft had meer zo de enige tijd om er een entertainment system van te maken. Die ah, zo ja, het hele huis zo controleerde. Terwijl dat PlayStation zoiets had van. Wij zijn een gaming console. Get out of your own yeah. fucking ass. <laughs> ja, en dan die DVR shit. De what? Oh ja, dat je games niet kon, uh, kon allee, doorgeven. Doorgeven. Ah ja, maar, ja, ja. ja, ja die shit, ja. DRM, dat was het woord ook zo. Nou ja, ja, dat was uh, ja, geen goede launch. Maar dat hebben we wel een keer bespuren. En dan <laughs> hebben we nog de Switch. Uh, uh, hebben we juist ook al gehad, hè? Snipperclips van to Switch, Zelda. Yeah. Uh, uh, just Dance, Skylanders Imaginators en Super Bomberman R zat er ook nog bij. Die Super Bomberman heb uh, ik ook nog gespeeld. Yes, enkel uh. fysiek in Amerika en Japan. Past Ik heb die nog geïmporteerd. Ondertussen is die hier ook al met uh, Ah, en I just, Am Setsuna. Dat was ja, ook een like, exclusive in Japan. Japan. Uh, ja. Maar die had wel een reversible cover, dus als je die cover omdraaide, was hij wel in Tengels. Dan kunnen we hem ook gewoon een Tengels spelen. Maar dat is raar, want die zijn de, de US-launch, European-launch en Japanese-launch zijn alle drie op dezelfde dag. 3 maart 2017. En toch nee. is de lijst van release games in Japan la langer. Puyo Puyo ja. Tetris staat daartussen. En niet ah, in Europa. Ja, ja, die is ook fysiek geweest, ja, ja. I remember, die is pas veel later naar, naar, naar je ja, gekomen. Ja, was en wel downloadable als digital title, dacht ik. Oh, dat kan wel. Ja, maar dat was... daar ken ik niks van. Ja, de, de handheld gaan we niet bekijken. Maar, um, oh Ja, er, er, er waren duidelijke begin, uits, uitspringers van zotte titles. Duidelijke. Uh, um, instinkers ook. Hmm. Als we dat nu vergelijken met een 5 en een X, Xbox Series X. lijkt ja. het wel een goede start te zijn, hè? Wel, ik ja, ben echt ben benieuwd. Een maandje. Ben ik ben benieuwd. Eh. Uh, ja, ja, een PS5. Goed, ja er zijn over, overlappende games, hè? Um, van de Valhalla, Valhalla um, Watch Dogs, Watch Dogs, en de Barfai. Xbox komt een Series X komt wel een week eerder uit. Ja, acht dagen. denk ik, gaat dat een argument zijn denk je, om die eerder nee. te komen? Of gaan mensen echt zoiets zijn van, hé hey, jong, PlayStation, ik kom. Ik denk als ze, ik denk dat sommige mensen ook gewoon gaan willen kopen... Als ze kunnen vinden. Wel, en, dat is het te nadeelen. gewoon gaan wachten. Ik ken heel veel mensen die zeggen: ik ga even wachten Ik zie zien hoe dat zit, want ook sowieso heel veel mensen zijn kwaad als ze geen hebben kunnen vastkrijgen en zo verder. Dus ja, wacht gewoon even. Allee, als je echt niet, als je niet zo hard interesseert, lijkt ons wacht gewoon. Uiteindelijk, wat mist je concreet? Want alle games, bijna alle games komen ook op PS 4 en Xbox One uit, hè. Is dat, ja, ze gaan er beter zien op een PlayStation 5, maar ik denk in het geval van een Assassin's Creed Valhalla, dat dat, hmm. hier oh, dat is... het spel slechter gaat maken of een Watchdogs Dogs ja, vro Vroeger ja, hadden we dat, minder, dat, he, dat meer. zo games over meerdere generaties uitkwamen zo naar het einde toe. Dat was van oftewel het een, oftewel het ander. Want het hmm, verschil ja. tussen een like, PlayStation 1 en PlayStation 2 was zo enorm Pff, dat je, je kon ja. daar niet op alle dat twee waren ook ik denk Call of Duty 3 is een voorbeeld. Ik denk die ook nog uitgekomen is op Playstation 2. Dat zijn, gewoon niet, dat zijn gewoon games gemaakt door andere studios. Terwijl nu is dat <laughs> vrijwel dezelfde studio dat dat maakt en gewoon settings wisselt en zo doorgeeft naar een porting studio. Hè? Ja. Uh, ik denk Assassin's Creed Black Flag is ook nog uitgekomen op Playstation 3. Hè? Maar ja, wat? Ja, dus uiteindelijk vier... Maar ik denk dat dat niet direct was. Ja, ik denk dat Assassin's Creed 4 Black Flag ook nog wel een PSD versie had gehad. Ja, maar ja, niet lounge die. Niet lounge, hè, ja. Wacht je wel. Jawel, jawel. Want die heeft zelf een Wii U Collector's Edition en die is exclusive. Ik denk ook in Italië geweest en die was super zeldzaam. Tot. Ja. Dus ja, op, op dat vlak. Um... Ja, het geeft altijd wel wat overlap. Hè. Elke generatie benaagt, Buiten PlayStation 1 en PlayStation 2 gok ik. Maar daarna, inderdaad, PS3 en PS2 heeft wel wat overlap. En PS3 en PS4 zeker. En deze generatie nog meer. Ik denk, ja. die launch titles zijn nu ook gewoon. titles. Eigenlijk. Ze dus, weten ja. uiteindelijk, die console makers, ze komen wel. Ze moeten niet al hun geld op de eerste dag hebben. Nee. Ja, het daar een mentaliteitsgezien. Nee, houd mensen nog even actief en engaged met de brand. En eerder als ze het geld hebben, komen ze wel. En ik denk natuurlijk dat dat ook deels te maken heeft met dit verschrikkelijke jaar dat we aan het hebben. Dat we hebben, is dat die a, de distributie van alle parts en van alle stukken van consoles te maken. Waarschijnlijk ook een hit heeft gehad, waardoor het er niet consoles zijn. En B, de studios daar ja, ook met social distancing andere werkwijzen hebben moeten employen, Dus op uh, gaat dat ook een impact hebben gehad op de, op de launch titles. Hmm. Ik vind het allemaal blij mogen zijn dat we effectief consoles kunt kopen dit jaar. Ik had de het eerlijk gezegd niet verwacht. Same, de kop, same, same. De Ik had koopkracht, uh, dat is waarschijnlijk. Dat... Ik dacht echt dat het voor volgend jaar ging zijn. Ja, same. En ik had het ook niet erg gevonden. Dat is ook waar. <laughs> uh, ja, man, het is ook crazy hoeveel geld dat dat weer gaat kosten de komende weken. Alleen maar al Xbox Series X en PS5, en dat is alweer duizend euro weg. En dan heb je nog ja. niks. Hè. Dan heb je enkele geluk... nee. consoles. Gelukkig Ga... heb ik een uh, Game Pass. Ja, ik, ik heb ook nog hier mijn, mijn, Xbox Series X sta, uh, mijn Xbox One X staan. Die heb ik dit jaar <laughs> nog gekocht. Ik heb daar nog keihard op te verkennen. Dus hmm. ik ben nog gehoef, voor toch, een considerable time. Ik kijk naar mijn backlog en ik heb nog uh, ja hier, Shadow of the Tomb Raider moet ik nog moet uitspelen mm. Ghost of Tsushima moet ik nog altijd uitspelen de multiplayer van Ghost of Tsushima oh ja. moet ik nog altijd checken die daar ook nee. vrijdag gelanceerd was trouwens oh ja. Ja, ja, ik ben ook van alles aan het kijken de verwoording backlog. is wel zo. leuk zo, ik moet dan nog en ik moet dan nog en zo. En hoe meer je dat er noemt, hoe minder joy je erin vindt. Ja, ik moet ik nou altijd moet Kingdom nog Hearts 3 spelen, maar... Oh fuck die shit, ik heb hem opgegeven. Ik heb echt Kingdom Hearts, ik ben de eerste al drie keer proberen te spelen, samen met The Witcher. I give up. I, I'm, I'm not gonna fucking play it. Ah, Medieval heb ik ook nog liggen. ja, oh, yeah. nou. I didn't... Ik amuseerde mij er niet genoeg mee. Ja, ik wil de poging geven, maar de, de Kingdom Hearts 3 was echt gewoon voor mij zo'n turn-off dat ik ziet dat van... Mm. Ach. Snap ik. Echt. Echt. Zo ja. zonde. Want 1 en 2, buiten al een bullshit, ik vond die gameplay fun. Mm. Snap ik. vetig Maar die nieuwe Kingdom Hearts ziet er leuk uit. The cycle continues. <laughs> Ah ja, ja, op Switch komt er nu toch in, uh, toch? En op PS4 en zo, een ah. music game. Maar de demo is nu gereleased en okay. de reacties zijn wel vrij positief. Dus who knows, it might be fun. Een benieuwd. All right, boys, hou af, rond. Ja, we... we ronden af. De Raad de Rif is niet geraden geweest. Uh, ik double-check voor de zekerheid, want we zijn al eerder ja. niet geraan geweest. Hebt... En dan zo, de, de avond zelf. Ik heb hem ook niet uh, zien. Klochard ja, nee, dat... zei dat men geen idee had. Uh, we hebben een hele mooie comment gehad van Turbokakker. Ja. Uh, met een naam als dat geweldig is. Uh, Pff, maakt alleen maar beter. Dus dat. Uh, ja, de, -oh. het is inderdaad niet geraan geweest. Dus we gaan hem wat, ietsje langer laten horen deze keer. Ja, dus mijn naam ook als je hem niet weet, je mag altijd leuke comments achterlaten of, of, of ja. kritiek of zo. Hè. Uh. Ja, ja, zeker nee. waar. Dit uh, is geen one-way conversation. We value, you, value your input. Dus, uh, mm. dus bij en uh, deze... misschien als we genoeg reacties hebben, ook op de welke games dat je wilt vergeten, dan kunnen we die ook meepakken in de volgende podcast. Uh, ja. Wilt vergeten in de zin van omdat je ze dan opnieuw kunt spelen. Nie, niet ja. zo van ik hoop dat ik Sonic O6 kon vergeten. We all do. Dat is, uh... Wel, welke game wil er <laughs> nog eens door ontmaagd worden? Dat is ja. de vraag. Ja, Oof. door dat ring is echt... Ja, dat is wat. Uh, <laughs> on that note, start typing. Mijn naam is Aspen. Ik was Jerry. ik was Xenix. En dit is de raadrif van vorige week.